Ik geloof dat struggles maken jou sterk. Het zat mij gewoon dwars wat tussen mij en Louie was gebeurd. Ik denk dat je rust kan vinden, geloof. Hey, what up is game, man? Nando Leaks. Hey, what's up, yo? This is 50 Cent. Hey, this is Rihanna Fernando. Hey yo, Fernando! What's up? TJ Khaled. Hey, what's up, everybody? This is J Palvey. Nando Licks, okay? Fernando, X is in that motherfucking station for a reason, baby. Nando Leaks. Real talk. Yo, yeah, what up, je boy Fernando, a.k.a. Mr. Keeper Hard, keep it banging. Nando Leaks, we zijn terug. Anderhalf jaar een beetje stil geweest. Ja, gekke tijden. Maar je gaat nadenken en denk je van: weet je wat, we moeten die echte verhalen vertellen. Uh, vergeet niet te abonneren, want ik heb een bijzondere man in de beeld. in. Check sowieso het vorige interview wat ik met hem heb gehad. Legendary, mensen hebben het nog steeds erover. Echte gesprek worden hier vastgelegd. Maar, ladies and gentlemen, hij zit hier in de nieuwe podcast studio, Nando Leaks, haal media, peoples. Mula, ja, ja, toch? Ik moest wel er zonder in gooien, toch? Hele andere setting, bro. Gewoon. Uh... Ja, man, wat comfortabel. Vind wat, uh, wat vind je ervan? Ja, het is een motion. Comfortabel. Ja, toch? It's motion, ja, toch? Motion, motion. Mm -hmm. Bro, uh, welkom weer bij Real Talk, man, bro. Ja, man. Ik, uh, ik zeg altijd tegen mensen van: uh, Real Talk is eigenlijk bedacht om echte verhalen te vertellen. Mm -hmm. Mensen een podium geven om hun verhaal te vertellen. Niet het, weet je, het, het lied na te verdraaien door. Dingen in de media, knipplak weet ik veel wat. Gewoon echte gesprekken. Um, en het interview wat we toen deden, een paar jaar geleden. Ik kreeg nog steeds toffe reacties. En jij? Ja, wat, ik ook, man. Wat, wat zegt echt de street? Ja, ik heb veel uh, reacties gehad over dat mensen echt zagen wie ik was. En uh, ja, meer duidelijkheid kwam van, voor waar mijn uh, muziek vandaan kwam. Ja, je bent terug. Ja, nieuw man. muziek, nieuw album. PRIDAMI, waarom die titel PRIDAMI? Ja, PRIDAMI, dat is een. Uh, dat is. Uh, dat betekent in het Frans uh, vriendenprijs. En, uh, maar als je het letterlijk vertaalt, want letterlijk, PRIDAMI, dat betekent prijs van vriend. Dat betekent het eigenlijk. Als je het letterlijk vertaalt. Ja. En daar ging ik over nadenken. Ik dacht van, prijs van vriend klinkt al heel anders dan een vriendenprijs. Dus de prijs van een vriend klinkt heel anders dan, ja, dan een vriendenprijs. En wat bedoel je met de prijs van een vriend? Ja, dat klinkt gelijk wat, wat, uh, ja, wat, wat donkerder. Want vriendenprijs klinkt leuk. Dan denk je, uit, hey, Charles, ik krijg een mooie prijs voor iets. Ja, je? Mazzeltje, ja. je geeft me iets voor een uh, mazzeltje. Ja, ja. Maar de prijs van een vriend is dat ik jou die mazzel moet geven. Zolang je mijn vriend. Zolang, uh, waardoor je mijn vriend blijft. Ja. Begrijp je? Ja. Dus ik moet jou korting geven, zo blijf jij mijn mattie. En daar ging ik langer over nadenken. Denk ik, waar komt die verwachting dan vandaan? Ja. En die verwachting, ja, die komt gewoon vandaan van, als wij vrienden zijn, wij zijn dus eigenlijk in principe vrienden voor een reden. En dat kan zijn aandacht, geld, uh, weet ik veel, bescherming. Heel veel dingen. En dat is niet alleen met je vrienden, dat is met je familie, dat is met je, met je partner. Er is een handel gaande. Ja. Dus ik geef jou dit, jij geeft mij dat. Snap je? Ik geef jou aandacht, jij geeft mij liefde. Of ik geef jou liefde, jij geeft mij liefde. Snap je? En dat kan je dan weer onderverdelen in, ja, wat, ver, wat, wat versta je onder liefde en wat versta je onder aandacht. Begrijp je? Als ik, uh, als ik een drukke week heb en ik geef, jou, ik geef jou een paar uur of een dag ervan, betekent dat voor mij heel veel. Alleen ik weet niet of dat voor jou ook zoveel betekent. Ja. Iedereen heeft zijn eigen waarde eigenlijk voor. Waarmee wat... die handelt. Ja. En daar ligt dus vaak het probleem tussen, tussen, tussen relaties. Ja, en, 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 en waarom besluit je dan om je album uh, zo'n titel te geven? Is het iets vanuit de persoonlijke sfeer Ja, Omdat dat je ik de van... uh, laatste tijd. Kom ik uit, uh, uit veel gebroken, gebroken relaties. Ja. Dus uh, niet met mijn partner of zo, maar meer met vrienden. Ja. En ik heb het daardoor eventjes goed bestudeerd. Dat ik keek van: oké, okay, hoe kan het zijn dat je op een bepaald moment zo close met iemand bent. en zoveel bereid bent voor iemand te doen. en een ander moment praat je niet meer met elkaar? Ja. En dat vind ik gewoon. Ja, dat vond ik interessant. En daar wil je meer over vertellen en dat ging een ja, beetje. Ja, want ik wil altijd muziek maken over, over mijn leven. En ja. op dat moment was dat het vooral. Weet je, veel meegemaakt in de laatste wat, twee jaar. En ik dacht, ja, dat moet ik gewoon van me, van me afschrijven. Ja, soort therapie. Ja, veel artiesten zeggen dat. Maar het is wel zo, denk ik. Het klinkt heel cliché, weet je? Ja, ja muziek is met therapie wel. Nee, maar het is een manier waarop je met je emoties om kan gaan. Het is dus niet dat je een therapeut. Het is waar. Hebt. Het is de waar. is je therapeut als het je er goed in gaat. Kijk, voor mij, ik heb het van me afgeschreven. Ik heb er muziek over gemaakt, waardoor ik het, eh, waardoor ik het nu gewoon accepteer. Ik ben niet meer boos. Ik, ben, ik heb geen spijt. Ik heb niks. Ik ben gewoon tranquilo en gewoon. Maar je hebt over een gebroken vriendschap. Bedoel je, zeg maar. Uh, een vriendschap met uh, de boys van Wilde Westen? Onder, Louis oh, Vos. Ja, onder uh, ja, ook. Ja, ook. Maar ook heel veel achter de schermen. Ook heel veel. Ja, ja. Wat, wat, daar gaan we het over hebben. Over, over Louis Vos en Wilde Westen. Maar laten la, we hebben persoonlijke sferen ook. met uh, mensen uit je privékring. Ja. Gewoon vrienden. Um, noem eens even een voorbeeld, zonder namen te noemen. Noem eens even een voorbeeld van hoe een vriendschap. Waar jij eerst waarde aan hechtte, hoe dat is veranderd, zodat je zodat het een betere beeld kunt krijgen van. Ja, ik, ik heb het gevoel dat het met, heel, met bijna alles, alle relaties in mijn leven is gebeurd. Maar wat je gewoon merkt is, ja, ik weet niet, je voelt dat gewoon. Je voelt gewoon op een gegeven moment van: hé, hey, weet je, ik ben iemand, ik let op alles. Ik let op alles. Alles als in? Gewoon alles. Zeg maar hoe je beweegt, hoe je kijkt, hoe je, wat je zegt. Ja. Snap je? Hoe je ademt. Ja. Ik let op alles. <laughs> En als ik zie gewoon van, oké, okay, je bent anders nu, snap je? En dan begin ik al te kijken van, oké, okay, wat is er aan de hand? Bah, bah, maar vaak willen mensen niet praten. Nee, is niks aan de is niks aan de hand, maar ik zie eens wat aan de hand. En uiteindelijk merk je gewoon van, oké, okay, weet je, um, je groeit uit elkaar. Je, je hebt geen zin meer om met elkaar te zijn. Je wilt niet meer, het voelt gewoon niet meer hetzelfde. Ja. Dat eigenlijk. En... Probeer dat ook te lijmen. Want wat ik. Ik heb bijvoorbeeld als ik bepaalde vrienden niet lang heb gezien. Um, ik kijk altijd naar mezelf. Hè? Ik ja. probeer altijd te kijken naar wat is mijn aandeel in deze relatie? Ja. Bijvoorbeeld, ik ben bijvoorbeeld met werk ben ik altijd bezig van oké, okay, ochtendshow is dat video op je gaat met de radio. Daarna doe je voice over dit inspreken. Dan ga je werken aan je bedrijf. Haal Media podcast maken. Dit dat. Je bent de hele tijd bezig met. Hoe kan ik groeien, uh, mijn kind trots maken en gewoon groeien, groeien, groeien. Maar je vergeet soms ook om vriendschappen te onderhouden. Ja, precies. Wat heel belangrijk is. Dus ja. daar neem ik ook verantwoordelijkheid in. Van, hé hey, maar ja. ik moet wat meer. Ja, ja zeker. En dat is goed. Maar voor mij, vanuit mijn kant, ik denk dat ik te druk bezig was met, uh, met uh, ja, achter geld aangaan. En dat was voor mij altijd prioriteit. Maar waar wij, wij vandaan kwamen, leek dat ook de prioriteit. Snap je? Wij waren. Dus dat was onze, onze lifestyle. Dat ja. was dat. Dat was gewoon achter money gaan. Begrijp je? Dus ik dacht over, oké, okay, dit is de way hoe we het moeten doen. Begrijp je? Ja. We communiceerden niet veel. We renden achter het doek. We kwamen uit gewoon een harde omgeving. Weet je? En ik ben daar hard van geworden... Dus ik dacht van, oké, okay, deze hardheid die ik heb, die heeft misschien iedereen wel, je weet toch, van bro, ik ga gewoon door, het boeit mij niet, snap je? Ja. Oh, dit, dat, bam, doorgaan, doorgaan, doorgaan. Maar voor andere mensen misschien hadden we wel behoefte aan, aan wat meer, weet ik veel, aandacht of liefde of ik weet niet, ja. zoiets. Ja, en, maar, en, en, en die gedrevenheid van money, is die er nog steeds? Ja, die is er nog steeds. Maar ik heb het nu veranderd, man. Ik denk. Naast, het is niet een gedrevenheid, het is een angst denk ik meer. Angst voor wat? Een angst om scheer te zijn denk ik. Ja. Dat is het. het ja, was in, in, in die andere real talk van ons, uh, toen zei je van, uh, Brook gaan, brok zijn is geen hmm. optie. Ja. En dat als rap zal wegvallen, dan ga je terug naar de streets. Denk ja. je nog steeds zo erover? Um, ja. Oké. Okay. Ja, eigenlijk wel. Ja. ja, ik, ja, ik kijk alleen nu heb ik meer opties, snap je? Nu heb ik meer opties. Nu kan ik nog heel veel andere dingen doen. Zoals? Ja, ondernemen, legaal ondernemen. Dat weet kan je ik toen ook met die kappenzaken. Die zaak. kans heb ik nu. Ja, de ja, kappenzaken. Ja ja. ja, ja. Toen, uh, alleen ja, toen kon ik, is alsof je fiches hebt, weet je? Toen kon ik maar op één cijfer inzetten. Nu ja. kan ik op heel veel inzetten. Ja. Begrijp je? En nu moet er heel veel fout gaan voordat het echt fout gaat. Ja. Terwijl toen, weet je, was ik net bezig met mijn muziek. Ik had alleen dat. Als mijn muziek niet liep, boem, was ja. ik gelijk klaar. Het nee, was duidelijk, je zegt je ook ja. gewoon terug. Ja, begrijp je? Ja. Maar nu heb ik heel veel opties. En, uh... Heb je die ook uit angst ontwikkeld? In de zin van. Ja, ik denk, ik denk sowieso. Het is raar, maar. De manier hoe ik uh, leef is sowieso uit. uit je hebt, je hebt op een gegeven moment een soort gevangenis voor jezelf gecreëerd van, van, van dingen wat je vroeger hebt meegemaakt, snap je? Net als ik, veel mensen weten van mij, ik ben, uh, ik ben heel paranoid. Je weet toch, ik ben iemand, ik denk heel veel na, heel veel na. Soms te veel? Of? Ja, ik denk na nou van, hé, hey, wacht, no, ik, ga niet daar zo, ik ga niet daar, wat ga ik daar doen? Waarom? Voor wat? Wie ga ik daar zien? Wie is daar? Begrijp je? Ja. Dit, dat, uh, babab, Waarom gaat dit zo? Waarom? Babab, snap je? En later ben ik gaan denken van waarom ben ik zo? Dat komt omdat. Die guy die ik was. Ja. Begrijp je? Die is nu. Die zie ik in iedereen. Begrijp ja. je? je? Dus de guy die ik, die ik was. De, de, die ik vroeger was, zeg maar. Die jager. Die, diegene die gewoon. Als je lekking was, was je faia, Die guy. Ja. Die zie ik nu in iedereen. Terwijl hun dat helemaal niet zijn, ja. misschien. Maar ik denk dat iedereen is zoals ik was toen Daarom ik je je moede, was. heb je je moeder. Want je denkt van, Juist. als ik een uh, moeder moest ja, uh, tegenkomen van tegenkom, toe, begrijp Dan heb je een probleem, letterlijk. Ja, ja okay. Of okay. hoe, zou, hoe, zou, hoe zou ik het doen? Ja. Begrijp je? Ja. Hoe zou ik dat doen? Of hoe zou ik te werk gaan? En dat maakt mij paranoia, begrijp ja. je? En dat is, die, dat is die grap. Dus uiteindelijk is het je eigen je eigen demons die ervoor ja. zorgen dat je dat je... Dat je dat je paranoia bent. Maar misschien ja. is dat een manier om, om, het, om het terug te betalen of zo, man. Ja, ik weet niet. Het is, weet je, kijk, sowieso in het leven krijgen we bepaalde dingen. We, 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 we maken dingen mee om ook te groeien. Uh, daarom kan ik ook niet oordelen als mensen iets fout doen. Wat is fout doen? Fout is gewoon uh, les, les trekken. Je haalt les ja. uit iets. Je, ja. iets. je moet iets fout kunnen doen om te weten hoe je het goed moet doen. Klopt. Het is zeg maar, fouten bestaan niet. Het is gewoon een les. Ja. Dit is, oké, okay, zo moet ik het niet doen. Ik stoot mijn hoofd. Oké, okay, nee, dat doet pijn. Dus maybe I gotta go this way. Ja. Weet je, dus ik vind het altijd bewonderingswaardig als mensen hun leven switchen, want dat is een keus. Ja. Kijk, op een gegeven moment als je opgroeit in armoede, dan heb je nooit voor gekozen. Soms groei je gewoon op in die dingen, dus dan Klopt. snap ik dat je een andere mindset hebt. Maar als je later de opties hebt om het goed te maken... dan is het jouw keus. Ja, dan heb je een keuze. Dan is het jouw keuze. Dan heb je, je? Dan dan heb je gewoon gezegd, ik wil dat gewoon doen. Juist. En dan, dan, dan kan je niet zeggen van... Jou, de, de, weet je. Ja. Dus dat vind ik belangrijk. Ja. We moeten ook verantwoordelijkheid nemen voor what we do. Zeker, zeker. We ain't perfect. En perfect hoeft ook niet, maar ja, dat is wel belangrijk. Ik, denk, ik denk, er is veel mis met verantwoordelijkheid... sowieso in deze maatschappij, je weet toch. We leven in een uh, verzorgingsstaat. We verwachten dat... Uh, alles voor ons wordt geregeld en gedaan, ja, ja. snap je? Terwijl je hebt gewoon verantwoordelijkheid in het leven, snap je? Als je een ja. fout maakt, ja, dan moet jij op de blaren zitten. Ja. Begrijp je? Alleen ik snap wel dat het voor kinderen anders is, omdat kinderen nog niet de kans hebben om True. goed na te denken. True. En als je volwassen bent, wel. True. En daar moeten we wel goed naar kijken. Van, ja. Ja, als een kind wat fout doet, ja, weet je? En die verantwoordelijkheid ook als ouder zijn. Ik heb een zoontje van vijf. Ik voel soms die pressure dat ik soms Doe ik het wel goed? Doe ik het niet goed? Ja. Hoe, hoe moet ik dit doen? Ja, je, je, hebt, je hebt een dochter. Hoe, hoe? Ik had dat... Ik, ja, heb ik dat nog? Op het begin had ik dat heel erg. Ja. Weet je, ik dacht van wow. Um, we worden altijd weggezet als slechte vaders. Ja, <laughs> Snap je? te vaak. Maar... Begrijp je? Sommige zijn wel lekker, maar niet iedereen. Ja, maar, zijn, ja, en daardoor ga je een extra je best doen. Denk ja. je van wacht, no, ik kan niet. Ja. Ik kan, bah, bah. Maar daarna dacht ik bro, relax. Je doet het gewoon goed, man. Ja. Snap je, je doet het gewoon goed. Je... Maar ga je er met jezelf praten erover? Of je het... Ja, ik, kijk ja. Dus, ik, ik dacht jezelf zelf op, op een gegeven moment over na van, joh, Weet je, ik had een keer met Busy, volgens mij had ik het daarover. Weet je, Busy zei ook tegen mij van, joh, Je wilt het compenseren met je kind. Weet je, ja. alles wat je. Weet je, al die fire shit. Ja. Toen dacht ik, ja, man, je hebt gelijk. Ja. En toen dacht ik, nou, van, ja, maar weet je, ik doe het gewoon goed, man. Ja. Snap je, ik ben ervoor. Ik zorg voor de. Ja. Weet je, ik hou van de. Dat, dat is genoeg. Ik, maar wat ik ook merk als je een kindje hebt, um, je leert jezelf beter kennen. Een soort spiegels. Net als je bijvoorbeeld opgroeit met broertjes en zusjes, ja. heb je een andere soort zorg-emotie. Die iemand, ik ben enens kind, ik heb mm -hmm. een broertje en, en twee zusjes, maar die is van vaderskant. Maar in, in één woning bij mijn moeder groeide ik op als enens kind. Ja. Dus ik was genoodzaakt om mezelf te entertainen. In mijn hoofd, daar moet ik oh. rustig zitten. Ja. Ik wil me niet vervelen, dus ja, ik ben al ja, bezig ja. met de volgende. Okay. Ik had Realtalk bedacht en ik was bezig... oké, okay, misschien moet ik ook internationaal gaan met Realtalk. Dus, ja, dus ja, ja, weet ja. je, dus, we ja. hadden het een keer erover. Ja. Wij zijn vaak bezig met nieuwe dingen. Ja. En dan laten we die we kunnen dingen. niet lang op die ouderen. Nee, nee, nee. nee ja, maar ja, is die ja. onru onrust die ja. ik persoonlijk heb. Het is denk ik fear of missing out, denk ik ook een beetje. Ja, maar. ja. Maar weet je, het is ook met, met, met uh, vaderschap is... Um, dat heb ik tenminste. Ik weet niet hoe, hoe, hoe jij er ziet van. Dat je denkt. Ik wil het zo goed doen. Ik wil alles doen. En op een gegeven moment ging, ging ik merken dat ik mijn zoontje te ging verwennen. Huh. Bro, gewoon, die man had gewoon op een gegeven moment gewoon een amg terug. Ik heb ja. dit is een AMG. Ja. Ik rijd deze auto. Deze man komt gewoon de AMG. Wat like, mm. ben ik een beetje, je weet toch? Allemaal verschillende kleuren, jassen. en Weet je dat ik denk van. Maar doe ik het nou voor hem of voor mij? Want mijn ja. vader deed niks voor mij. Ja. Dus ik dacht ik ga heel veel doen. En toen dacht ik maar. Je kan ook, als je iemand te veel geeft, ja. ze ook belemmeren. Want daardoor krijg je een bepaalde ja, attitude misschien. Dat dus je denkt, hé hey, pa, hey, regel het voor me dan. Ja, Jij man. bent toch keep it hard, keep it banger. Ja, ja, ja. Hey, <laughs> klopt. <laughs> bel ja. Zepp. Ja. Ik, ik wil een feature, ik ben met Bula. Bel moelaar. Ja, ja. Die man gaat niet eens ja. misschien zoveel moeite doen ja. als... Weet je toch? Ja, daar dacht ik al aan voordat ze geboren was. Ik dacht, want ik ken, ik ken mensen die, die rijke ouders hadden. En dat je gewoon ziet van, het heeft niet gewerkt voor ze. Ja. Dus ik dacht ook van, oké. Okay, Wacht even, ik krijg nu een dochter. Dus mijn bedoeling is om... Je weet toch, om vermogen te blijven. Hoe ga ik er niet voor zorgen dat zij ook uh, verwend wordt of whatever. Weet ja. je? En daardoor, ik geloof dat struggles maken jou, maken jou sterk. Dus ik geloof in, in, in struggles. Ja. En ja, iedereen moet, moet struggles hebben om te leren, weet je. En daardoor is het altijd wel belangrijk dat... Dat, dat zij ook een beetje stokels meemaakt, man. Ja. Weet je? Van hey moeilijk. Uh, het is even moeilijk. Ja, man, goed. Ja. Weet je? Leer mij hiermee omgaan. Ja. Dat is belangrijk. Geen glans voor mij sterk, Je wrijving nodig. Juist. Diamanten ontstaan uh, uh, onder hoge druk. Precies. Dus je moet. Voor die glans moet je even. Ja, man. Maar, ja. maar ik ben wel blij dat ik, als ik naar haar kijk, dat ik zie mijn dochter. Het is echt pittig, weet je? Het ja? is echt een vechter, ja. Het is heel pittig. Hoe, 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 hoe zie je dat? <laughs> Daar ben ik wel blij mee, ja. Ze, dat merk je die... aan heel haar aanwezigheid. Ze bepaalt alles, ja. snap je? Ze is ja. echt een baas, ja. begrijp je? Maar ja, weet je, ik heb een partner die ook pittig is en sterk. <laughs> ik heb een moeder die pittig is en sterk. Ik had een oma die... Weet je, alle vrouwen in mijn leven zijn zo. Ja. En uh, ik hou daarvan. Ja. Weet je, ik hou van sterke, dominante vrouwen. Van hé, hey, ik kan mijn shit fixen, begrijp je? Ja. Onafhankelijk, krachtig. Ja. En, uh, We gaan het zo doen. We gaan het, uh, ja, daar ja. hou ik van, man. Ja. Ik en, denk dat dat door mijn moeder komt. Ja? En, ook, en door mijn oma. Omdat je het hebt gezien van, ja, van dat je Ja, van hun. Ik ben zo opgevoed door ja. sterke vrouwen, ja. weet je? Die echt niet, uh, niet van zich, uh, weet ja. je? Die, waren, nee, die echt op die een streep bestonden. Holy woman fear is mijn mama. Ja, ik was bang voor haar. Bro. Ik steeds <laughs> nog steeds, bro. Ik ook eigenlijk. Iedereen? Weet je, iedereen. Als ze eerlijk zijn. Ja, mama is ander level. Ja, dus je kan, iemand, op, iemand kan op straat komen en zeggen van, hé hey bro, ga je zien om vier uur, hè? Ja. Oké, okay, God is. Ja, toch. Wat kan gebeuren. Maar die pak slaag van je moeder voelt anders. Het was die onverwachte. Ken je die? Die onverwachte. Ja, op die vlakken hadden, op die Bro, ik had een slipper, bro. Die slipper, ja. ik weet niet hoe ze dat deden, maar die slipper kon me overal vinden. Grrr, nee, en die had ook een foto erop. die Eddie Murphy, Grrr, Eddie Murphy, uh, ook een uh, foto. Ja, ja, ja. Maar I was living that shit. Ja. Daarom vind ik het ook grappig, omdat in, in comedy voel je die pijn. moet ja. je denkt bij jezelf. Ja. Ik ken die. Dat mijn moeder gewoon mijn moeder ja, pakte soms dingen, die gooide gewoon. Maar heel veel liefde, want soms zeggen mensen. Ja, maar dat is kindermishandeling. Ja, dat is, dat is een uh, grappig onderwerp. Ja, toch? Ja. Want ik kreeg vaak van zeg maar, uh, maar dat is wel bruto dat je moeder ik zeg, maar Mijn moeder is een van de liefste mensen. Ja, maar ze slaat je. Ik zeg: Ja, maar Caribbean opvoeding is een ja, beetje. Ja, ik anders. zeg je eerlijk voor mij: toen ik klappen kreeg van mama en toen ik buiten ging vechten, dacht ik, dat is... like. Ja. <laughs> Bro, die klap, die voelt niet, die komt eens in de buurt. Ja, dus denk, Begrijpen? Bro, ja, ja. Oh, is dit het? Ja. ja. I got this. Ja. ja. Toen dacht ik wel van, lauw man, dat je, dat je me hebt geklapt. Mijn moeder, ik mijn moeder, mijn moeder was de eerste vechtersbaar die ik ben getraind, zeg maar, om gewoon to survive. Ja, echt wel. Ja, yeah, to survive. Laten we het hebben over de track, Pridami. Um, diepe tekst, diepe lyrics. Neem ons even mee in die lyrics van die song. Pridamie was voor mij een tune dat ik, uh, toen ik hem ging maken, was het een pokoe waarvan ik dacht, oké, okay, dit uh, is een situatie die nu afspeelt in mijn leven. Je weet toch, ik had, ik zeg je eerlijk, die tijd, ik zat, het zat mij gewoon dwars wat tussen mij en, uh, en Louis was gebeurd. Ja. Het zat mij gewoon dwars. En... Ik heb het in verschillende fases gemaakt. De eerste fase was ik nog een boze fase. De eerste verse hoor je van, ik ben nog boos. Ik ben van, we hebben dit samen gedaan, dit, dat. Hoe kan dit? Vaak, uh, bah, bah, bah. je hoort nog een beetje een boze kant van mezelf. Ja. En daarna bij de tweede verse, dat heb ik later opgenomen. Want voor mij is het moeilijk om over mijn, uh, over mijn gevoelens te praten. Waarom? Ik vind dat lastig. Uh, ik weet niet. Ik probeer. Uh, ik, ik weet niet. Ik, uh, ik vind het lastig om over mijn emoties te praten. Omdat ik zelf soms niet precies weet wat ik voel of zo. Mm -hmm. Snap je? Ik denk ook van wat voel ik eigenlijk? En waarom voel ik dit? En dat kan ik niet goed uitleggen. Ja. Snap je? Dus toen dacht ik van, ai, ik heb deze tune gemaakt. En nu moet ik die tweede first doen. En hoe ga ik deze tweede first doen? Omdat ik, ik, ik wil niet naar die plek gaan. Maar toen dacht ik, oké, okay, als ik een album maak, dan moet ik 100% open zijn met, met, mijn, met de luisteraars. Snap ja. je? En tegelijkertijd wou ik ook een bericht versturen. En wat, welk, welk bericht dan? Ik wou een bericht versturen naar hem. Ik wou een bericht gewoon versturen van hoe ik er nu nadenk. Ik wou een bericht sturen van hoe ik mij voelde bij bepaalde gebeurtenissen. Hmm. Maar in die tune hoor je dat, hoor je over dingen die er zijn gebeurd. En dat ik soms denk: van misschien had ik liever wel jouw plek genomen. Snap je? Ja. En ik wou hem ook vertellen: God, van Weet je, uh, ik, als ik wat fout heb gedaan. In het verleden, dan. Uh, dan ja, ik ik, ik, ik. ik. Ja, ik, ik zou het voor mijn rekening nemen. Zou ik zeggen van, ja. oké, okay, cool. Misschien. Je weet toch? Ik weet het tot de dag van vandaag niet precies. Ik loop te speculeren, maar ik weet het niet. Maar in ieder geval, ik had gewoon van, dit is het voor mij, man. Dit is voor mij ja. wat ik denk, wat ik voel. Ik, uh, ik heb vreemd genoeg vreemd genoeg geen haat voor jou, maar uh, ik voel ik voel gewoon een uh, ik voel teleurstelling gewoon teleurstelling of zo dat je het zeg maar niet een teleurstelling dat, het, dat, dat we zijn gekomen waar we nu zijn ja dat is het en ook en ook gewoon uh, een les een les weet je dat ik denk van oké okay, blijkbaar ook al kan ik 100.000% met jou zijn. kan dat later anders zijn. Mm -hmm. En dat had ik vroeger niet. Snap je? Vroeger dacht ik, we zijn 100, we zijn 100 tot het einde. Ja. Voor mij was dat zo. Ja. Begrijp je? En uh, nu kijk ik er anders naar. Nu denk ik van: oké, okay, weet je. We kunnen nu echt met elkaar zijn. maar ik weet niet of dat later ook nog zo is. Maar in hoeverre? Want dat is best wel diep wat je zegt. Want je zegt van. Um, jouw gedachte en visie was van... we zijn voor altijd, wat we hebben meegemaakt. Ja. Uh, je hebt het in die song ook over van... je hebben ook samen vastgezeten, dingen gedaan op de straat. Ja. Weet je? Dus, um, maar als jij dus nu denkt van... oké, okay, ik sta er nu anders in, in life. Ja. Ik kijk nu anders na. Dat betekent wel dat een groot gedeelte van jouw vertrouwen... in loyaliteit en in mensen... Ja, is beschadigd. Beetje, ja. Sowieso. Ja. Dat maar is dat, het. Dat, 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 dat is jammer, want dat betekent... Als ik nu Jamati wil worden ja. op zo'n manier, wat moet ik doen? Ja, ik kijk, er, ik kijk er nu naar van... Ik geef je ook ruimte om te ontsnappen. Oké. Okay. Snap ja. je? Hoe Dat dan? is het meer. Ik geef je ook ruimte om... Als het niet meer zo is, van ja. cool. Geen probleem. Ja. Kijk, toen was het toxic, weet je? We waren echt met elkaar. En als we niet met elkaar waren, was het een probleem. Of het nou goed voor jou is, of goed ja. voor mij... Snap je? Als ik eerlijk ben. Ja. En dat was gewoon geen gezonde... Ja. Geen gezonde relatie, snap je? En ja. Alleen, we, we begrepen het zelf niet, denk ik. En nu, later... Zie je, dit, zie je het ineens, weet je? En, en ja, voor mij voelde dat gewoon uh, heftig. En, um, maar zag je hem ook als een broertje? Ik als zag een... hem als een broer gewoon. Als ja. een echte gelijke. Ja. Zo zag ik hem. Alleen, mijn versie van... Omgaan met een broer is misschien anders dan voor iemand anders. Ja. Snap je? Kijk, ik ben gewoon hard. Snap je? Ik, ben, ik kom van een, van een gebied waar. In ieder geval, zo ben ik. Ik kan niet zeggen van een gebied, want sommige mensen van daar zijn ook anders. Kijk, ja. ik ben gewoon van mezelf koud, best wel, weet je? Koud en hard. En ik probeer. Uh, ik kijk gewoon naar doelen behalen en dan het liefst met iedereen. Ja. alleen lange termijn denk ik weer wel, ja. snap je? Dus ik denk, hier gaan we voor, en als het is gelukt, boom, even met z'n allen dit dat, of als ik jou ergens kan helpen, ik help jou, ik steun jou, ja. zo eentje ben ik. Ja. Maar ik ben niet die guy die, uh, die je gaat bellen of zo, of uh, even met je gesprek, hé, hey, uh, hoe is het uh, vriend, <laughs> dit dat, <laughs> die, zo ben die, die, ik die niet. Die krijg je niet zomaar. Dat is, uh... Zo ben ik gewoon ja, niet, en ja. dat probeer ik nu wel te zijn, omdat... Ik heb daar geen behoefte aan, maar dat betekent niet dat iemand anders daar geen behoefte aan mooi heeft. Gezegd, mooi Snap gezegd. Snap je? Dus en omdat dat ik het de, niet wil. Dat is ook een balans van, van vriendschap. Ja, toch? Omdat maar, ik het niet wil, betekent niet dat jij het niet wil. Klopt. Klopt. Dus en zo, en, ik, uh, en zo ja. keek ik vroeger altijd. Ik dacht, bro, fuck, waarom? Snap je? Waarom ja. wil je met mij dit doen? Ja. Boeit toch niet? Ja, mij boeit het niet, maar jou wel. Ja. Jij vindt het wel leuk. En dat is wat bedoelen met investeren in vriendschappen. Want, ja, maar. want zeg maar, het hoeft niet altijd op jouw manier te gaan. Zeker. Je moet ook kijken van wat, wat, wat is de, de, de vriendschapsstaal? Voor mij is. was het gewoon heel lastig. Want ik was die guy die ik gewoon kon bellen als het echt, echt een probleem was. En dan stond ik daar, had ik je back. En was ik bereid om ver, echt ver te gaan. Ja. En dat hebben we ook een paar keer gedaan. En dan denk ik gewoon van, dat was voor mij mijn. Jouw, jouw laten zien van zie wel? vriendschap, ben, ja. loyaliteit, ja. van wanneer shit echt helemaal fire gaat, ja. ik ben daar, die daar, die daar staat, ja. snap je, en dat betekent voor mij heel erg veel, ja. heel erg veel, begrijp je, en hij had dat ook voor mij gedaan hoor, hij stond ook voor mij een paar keer klaar van dat echt, je weet toch, fire shit, en dat betekende voor mij weer heel erg veel, ja. begrijp je, maar die andere dingen boeiden mij gewoon niet. Ja. Wat voor dingen, gewoon chillen, praten. Wat, wat? Voor mij bijvoorbeeld, ja, voor mij. Uh, ik weet niet hoe ik moet uitleggen. Stel je voor dat, hij, dat het goed gaat en hij gaat. Uh, spend al zijn money met iemand anders. of gaat zaken doen met iemand anders. I don't care. Ja. I don't care. Ja. Snap je? Je bent mijn brada, het boeit mij niet. Ja. Snap je? Al kan je dit samen met mij doen, maar je doet het met iemand anders, broer? Maakt mij niet uit. Ja. Begrijp je? Maar het boeit maar mij niet. Wat mij wel boeit is. Wanneer ik je hulp nodig heb, moet je klaar voor me staan. Ja. Maar dat ben ik, bro. Maar ja. iemand anders kan weer zijn van: Yo. Ik wil gewoon samen met elkaar dingen doen. En ik snap ja. niet waarom je niet met mij dingen ja. doet. En wel met iemand anders. En dit en dat. En ja. waarom je mij niet de kans geeft. En terwijl ik misschien weer iemand ben van: Bro, ik wil het liefst niet met jou doen. Omdat ik jou, omdat ik onze broederschap waardeer. En als het zakelijk fout gaat, dan beschadigt dat onze vriendschap. Ja. Zo ben ik weer. Ja. Snap je? Ja. Dus dan hou ik vaak mijn familie en vrienden op afstand met geld. Want dat geld, begrijp je? Wat wij hebben betekent voor mij veel meer dan geld. Ja. Dus ik hoef niet met jou geld te verdienen. Ja. Do, do, doe dat maar met andere mensen. Want ik wil niet dat daar iets raars gaat ontstaan. Ja. Snap je? Ja, dat dus je, je wil eens sch uh, uh, scheiden. Want, maar wat, dat wat, is wat, hoe ik denk. En dat ja. probeer ik uit te leggen. Voor iedereen is het anders. En Klopt. dat is dus die handel van, 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 van vriendschap. Ja. Maar, maar, maar dan ben je zo lang met elkaar omgegaan, want op een gegeven moment... Want jij bent bezig met de hossel, uh, weet je, andere ja. pokoe, dit doen, zus doen. En dit. Maar op welk moment merk jij dan dat, dat een vriend die je dan hebt, die je zo lang kent... die je ziet als een broeder, dat je merkt dat het anders is? Is het zeg maar dat je op een gegeven moment iemand die me spreekt... want de buitenwereld vraagt zich af van, hè, maar hoe is het nu met hem en Louis Vos? Terwijl ik dacht, hè, maar we zijn toch gewoon goed met elkaar, je weet dat, Want ja. in mijn hoofd is dat mijn herinnering van hoe ik jullie ken. Ja, ik denk... Uh... Ja, dat gebeurt heel, heel rustig. En weet je, je hebt het niet echt door. Ja. Opeens ben je er. Denk je, huh? En je belt elkaar er niet meer. Ik krijg op... ruzie opeens, ja. bijvoorbeeld. Ik krijg ruzie. Ja. Ik denk, hè, huh? waar gaat deze ruzie over? Ja. Het, is iets, het is gewoon tien maar de lading is heel groot. Ja. En dan weet je al, van, oké, okay, wacht. Hij zie je veel meer aan de hand. Maar heb je het ook uitgesproken? Of is het... Nee, ik heb sowieso niet meer met hem, uh, met hem gepraat. Weet je weet toch? Maar dat ben ik weer. Ja. Dat ik weer dan denk van, ik wil confrontaties uit de weg gaan, omdat ja. ik niet kan garanderen hoe ik mij gedraag op ja. dat moment. Ik weet niet wat er dan gaat gebeuren. Begrijpen? Maar het is, weet je, kijk, wat ik altijd zeg. Kijk, um, als je iemand lang kent, je hebt iets met iemand meegemaakt, heel veel dingen, en je hebt iemand als broeder gezien, dan vind ik het altijd de moeite waard om als mens alle ego's aan de kant te zetten... Ja, maar dat en, dan, is... en dan te praten. Ja, maar van... broer, wij komen uit een hele gewelddadige shit. Snap je? Ja. En stel je voor dat het niet bij praten blijft. Ja, dat kan je, ja. niet, meer, dat kan je niet meer herstellen. Ja, maar jullie vrienden... En daar ben eens. ik bang voor. Ja, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ik zou staan, Ja, het is oud persoonlijk. Snap maar je? stel dat het naar ergens gaat wat... En dat kan je niet meer herstellen. En dat wil ik met hem niet. Oké. Okay, Begrijp je? Maar ja. maar ja, ik kan niet... Ik kan niet garanderen hoe ik... Kijk, ik ben iemand die kan soms echt ook uh, ontploffen, extreem. Ja. Hij ook. Begrijp je? En dat weet ik. Want we ja. zijn een beetje... Op dat gebied kunnen wij best wel hetzelfde zijn. En daarom weet ik dat ik denk van... Oké, okay, geef je je ruimte, geef mij mijn ruimte. Ja. Want anders kan het echt misgaan. Maar ik... Ja, kijk, weet je... uiteindelijk zijn allemaal volwassen mensen. moeten het allemaal zelf oplossen. Maar wat ik altijd mee wil geven uh, is... Weet je, ik ben ook koppig. Ik ben ook, ja. dus ik denk van, maar wat de kracht wel is, bro. En dat heb ik geleerd in live. Is dat soms moet je een beetje water bij de wijn zetten. Om een beetje zeg maar. Uh, want ik wil. Ik wil kijk, stel voor, jij en ik zijn boos op elkaar. Ze dus zijn allebei ja. pittig. Maar ik wil eigenlijk. Misschien ben jij boos om iets heel raars. misschien ben jij boos omdat ik een keertje ja, ik jouw je. fles water heb gedronken. Ja. Terwijl ik ooit tegen hem zeg: Ik vind het niet fijn. Ik noem ik maar wat. Dan hebben wij ruzie. En dan haal ik het. Snap ik, bedoel ik denk soms moeten we eigenlijk onszelf afvragen: maar waarom zijn wij boos? Gaat het niet over leven? En ik weet niet wat de persoonlijke issues is in veel situaties, maar ik, ik, ik praat vanuit mezelf: dat ik me ga afvragen: what's the reason that we're actually mad? Waarom zijn we boos? Is het echt belangrijk? Ja, maar het ding voor mij: ik ben niet boos. Dat is heel die Ik ben niet boos. Ik ben helemaal niet boos. Ik heb gewoon het gevoel dat hij boos is. Dus ja. Maar, ik ben niet boos. Ja. Maar daarom kijk ik, want hij gaat natuurlijk dit interview ook zien... de mensen ook, dus daarom is het mooi om, om, om uit te leggen van... Uh, ...wat het verhaal is achter die song. Dat de song eigenlijk Ja, want toen is. jij daarnaar hebt geluisterd, wat, mijn, mijn wat, wat was die jouw song, gevoel bij dat nu? Mijn gevoel bij die song is basically een guy die tegen zijn broeder zegt... ...yo bro man, ik hou gewoon van jou. Ook al spreek ik jou niet, bro, ik hou van jou. Ja. Ik weet niet waar we zitten, ja. maar we gaan die plek misschien ooit al vinden... ...maar vergeet ja. niet... Ik hou van jou. Zonder het uit te spreken, zeg jij, ik hou van jou. Ja. Want je zegt, er is een stukje in die song die mij raakt, bro. Ik, 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 weet je, als ik muziek luister of draai op de radio, whatever. Ja. I, weet je, ik, ik speel het hard en doe ik mijn ogen dicht. Zo tik, gek, zo nou hoor ik. Dat was een stukje die ik voor me zie, dat je dus zegt van... Toen je werd neergestoken en je viel ja. in mijn armen. Ja. Bro. Ik, ja. ja, ik word er stil van. Ik voel dat ik van... Jezus, hoe, hoe crazy is ja. het als jouw mattie... Ja, dat is heftig. Ja. ja. Want hoe, hoe crazy Want je haalt een herinnering naar boven. Ja, voor mij... Ja, dat was het. Die het is pijn, een herinnering. Hè? Kijk, toen ik die tune ging maken, dacht ik van... Er kwamen... Kijk, als ik muziek maak... Ik maak sowieso muziek met mij onbewust. Weet je wat, wat in mijn hoofd speelt, wat ik ja. zelf niet eens weet. Ja. Dingen die ik heb weggedrukt misschien. Ja. Begrijp je? En... Dat kwam toen naar boven. Toen dacht ik ineens: van, Damn, weet je, dit, dit zit mij ook nog dwars. Wow. Begrijp je, dit zit mij ook nog dwars. En. Maar was dat je eraan dwars, dat het was gebeurd en dat je niet echt had verwerkt of dat het zeg maar ja, een wat dwars, ervaring was? Wat mij dwars zit, zat, was sowieso het feit dat ik dacht: van Oké, okay, um, misschien uh, dat ik gewoon dacht van. Kijk, het hoefde niet dat het met hem gebeurde. Weet je? Ik vond het, ik vond het gewoon faya. Ja. Wat mij dwars zat is dat... Uh, dat misschien sowieso heel de oorzaak... Sowieso was het misschien begonnen bij mij. Begrijp je? Ja. Want er, weet je, waren ergens. Het liep ja. uit de hand. Maar het was begonnen bij mij. Ja. Begrijp je? En uiteindelijk, tuurlijk, je bent matties. Je gaat ja. met elkaar dit en dat. En dan is er een slachtoffer aan jouw kant. Ja. Ja. Dan denk je wel van, hé, hey, Sahan, je weet toch? Is, 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 uh, is faya dat. Ja. En, ja, en ook vooral het gevoel dat, dat toen het was gebeurd, ja, uh, uh, ja, toen het was gebeurd, ja, je weet je, dat was een moment dat je even niet, niet wist wat er ging gebeuren, begrijp je? Of hij zou leven of niet, ja, zou overleven, begrijp je? confronterend, ja. ja. En we hebben het er nooit meer over gehad na die dag. Want zo ging ons leven, begrijp je? Zo zijn er nog tientallen dingen gebeurd. Maar dat bedoel ik. Dat bedoel ik met wij als mannen, als mens, maken soms traumatische dingen mee. Ja. Maar we leren onszelf aan om het weg te stoppen ja. en gewoon door te gaan. Oh, nieuwe dag. Ja, zeker man. Dat maar was wat, het. Ja, maar wat je daarmee doet eigenlijk, wat we onbewust doen, ja. is... We hebben gewoon we hebben een litteken. Even snelle pleister eroverheen. Maar soms ja. steeds een litteken. En als je het eraf haalt, in sommige gevallen is het nog een open wond. Want het feit dat jij erover hebt op uh, Pridami, en ik hoor dat, denk ik, wow. Ja, maar ik denk dat ik kan leven met die, met die wonden, snap je? Ik, kan, ik heb een manier gevonden ja. om ermee te leven. Dat is wel zo. Weet je, ik functioneer gewoon goed, denk ik. Ja. Alleen misschien die, wel dat gevoel van, weet je, dat ik altijd nu waakzaam ben en alles komt misschien wel. Van dat soort gebeurtenissen. Ja, niet diep gebeurtenissen, per se, maar. Oh, dat soort dingetjes, dat soort dingen die je Begrijp je? Hebt ja. Maar voor de rest, ja, ik kon er gewoon mee leven. Weet je, ja. ik, ik ging gewoon door. Hij ook hoor. Hij maar, ging ook gewoon door. Maar waarom ik zeg, maar klopt de analyse, want je vroeg me net hiervoor van hoe dat liedje op mij overkwam. Ja. Uh, klopt de analyse, dat ik dus zeg van. Wat ik hoor is, ik naar Ja, ik vond het wel grappig dat je dat zegt, want. Ja, dat zou. Het zou. Het zou. Ja, het klopt eigenlijk wel. Het klopt eigenlijk wel. Want wat was jouw intentie bij het maken van het nummer? Want je Dat Was mijn gevoel, een... man. Okay. Het was mijn gevoel en het was ook. Het was een bericht, soort van, van en afsluiten ook tegelijk. Ja. Want je had het liedje ook kunnen maken en gewoon voor jezelf kunnen bewaren, maar. Ja. Ja. En gewoon. Ja, denk, ja, honderd, ja, Maar 100, waarom kiezen? Maar dan? ik vond het. Het waren meerdere dingen. Het was. Ik vind sowieso. Kijk, Ik, ik waardeer. Uh, de fame die ik geniet in Nederland, het feit dat ik geld kan verdienen met muziek, waardeer ik heel veel. Ja. Dus ik wil wat teruggeven aan mijn fans. Heerlijk Vind ik heel belangrijk. Zwaar, ja. ja, begrijp je? Ik ben altijd de persoon van waar je voor betaalt, dat moet je krijgen. Dus het product moet goed, goed zijn. Ja. Dat, dat jij de tijd neemt om mijn tunes te checken, dan wil ik ervoor zorgen dat jij denkt: ja, man, ik heb, ik heb de tijd genomen en ik heb echt iets gecheckt wat ja. de geschiedenis heeft geschreven. Ja. En. Ik denk die openheid, en ook als een kunstenaar zijnde, die level van openheid ja. was voor mij ook creatief gezien heel interessant. Omdat ja. ik gewoon dacht van, oké, okay, ik heb zoiets nog nooit gehoord in de muziek in Nederland. Ja. Laten we, ik heb zoiets nog nooit gehoord. Ja. Ja. Ik heb zo'n situatie wel vaker gezien in de muziekwereld, maar nooit dat, dat er zo... Openlijk, ja. op, een, op die manier wordt gesproken. Ja. Grijp je dat mensen elkaar gaan dissen? Dat gebeurt vaker, maar ja. op deze manier. Ja. Dat heb ik nog nooit gezien ja. in Nederlandse hip-hop. En voor mij was het mijn bijdrage dan aan de muziekgame in Nederland. Van kijk, hier. Ik geef gewoon een gedeelte van mijn leven aan jullie. Ja. Alsjeblieft. En tegelijkertijd was het ook een bericht, misschien naar hem toe. Van kijk, bro, dit. Ja, I see you. En, en een. En een Afsluiten van hier en ik ben er nu gewoon klaar mee. Ja, ik ga verder met mijn leven. Ja, mooi, ik vind het mooi. Ik vind het mooi. Daarom vind ik ook belangrijk om, weet je, in, 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 in deze podcast ook die dingen te bespreken. Want niemand, als mensen dat liedje horen. Kijk, het is mooie muziek is. Iedereen interpreteert het op zijn of haar manier. Oh, hij bedoelt waarschijnlijk dit overheid. Ja, ook, ja, weet ja, je? Ja, ja, ja. Dus daarom vind ik het bijzonder om van jou te horen van wat je gedachte erachter was. Waarom? Ja, ik weet nog dat ik in de, in de studio zat, toen had ik alleen die eerste first zat ik met, uh, met Kees en met Jiggy en met uh, Mo en met uh, Nicky. Zaten met Tommaso En uh, ze hoorden dat nummer. En toen zei Jiggy gelijk van, yo... Ik en dat was nog het begin van mijn album. Die zei, al, die zei van, bro, misschien zou je een je album zo moeten noemen, man. Ja. Snap je? Toen dacht ik na. Toen dacht ik van, eigenlijk de richting waar ik op beweeg met dit... Want Prida was een van de eerste nummers die ik ook voor dit album had gemaakt. Toen dacht ik van, ja man, oké. Okay. Dit is hem. Dit, dit is misschien de richting waar ik, waar oh, ik op wow. ga. En maak je dan ook al die liedjes op die manier? Want er is ook een song erop... Uh, tweeling, en dan zeg je volgens mij iets van uh, je alle bezit bezittingen je dochter volgens zo mooi ja. van dat je dat wat ik weet ik kijk nog naar mijn dochter en dan ja. voel ik pas mijn rijkdom dat zeg ja. ik zeg want, ja. want 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 ik want je hebt het over je dochter en ik zie meteen een glimlach van mm. oor tot oor en ik weet wat ik tegen jou zei bro de ja. dacht dat jij een kind krijgt ja. weet je dat nog ja maar ik geloof nooit in clichés toch maar het is wel zo wat ik wat waren gesprekken over toen nou, zei ik ja, ja, ja bro de dacht dat je dochter of een kind wanneer je mm. vader wordt dan gaat iets veranderen. Maar ik zeg je naar mij, kijk, van... Ja, je beseft je rijkdom ja. dan pas echt. Ja. Kijk, wanneer je, wanneer je gewoon money hebt... en je gaat chillen... je gaat kleren kopen... Bah, pff, vakanties, ja. weet ik veel wat. Ja. Die, die geld, wat betekent die geld eigenlijk? Snap je? Die geld ja. betekent niks. Je hebt genoten, maar dat is een tijd. Dat is een moment opname. Ik geniet nu. En die heb ik voor betaald. En dan ga je weer verder met je leven. Ja. Begrijp je? Maar wanneer je een dochter hebt... dan voel je pas echt rijkdom. Of een zoon, of een kind ja. in ieder geval. dan denk je van, ja, maar dit is, dit is, mijn, dit is mijn rijkdom, dit is waarde. Snap je? Ja. Dit, is, dit is echt waard, shit waard. De rest is niet boeiend. Ja, is alles ja, is, het is de... belangrijk. Ja, is niet belangrijk, man. Een waggie, kleren, ja. weet ik veel. Ja. Maar... maar op een gegeven moment heb je dan, weet je, wat, ik, weet je, wat, wat heel erg nu. Nou, sowieso bigger than ever is. Uh, mensen zitten gewoon op de achtergrond die te stof de mensen gewoon. Dat is so leuk van een podcast, real life. <laughs> ja, toch? Ga gewoon door hoor. Gewoon, uh, zeg maar de keer die er samen doen. Maar in ieder geval, um, wat, wat, ik ook, wat ik ook heel mooi vind aan zeg maar, um, het leven, is dat je elke keer weer fases hebt. Ja. Want je hebt waarschijnlijk ook de fase gehad dat je dacht, joh, maar ik moet vette kleding hebben, ik moet vette ja. dit hebben, ik ja. moet dat. Wanneer stopt die obsessie? Want je merkt dat heel veel mensen tegenwoordig op social media... Je, je, we maken elkaar gek. Ja, dat kijk, is kijk. Weet je wat ik altijd zeg? Het moet voor je werken, snap je? Als je dat doet, moet het voor je werken. Als het voor je werkt, is het goed. Begrijp je? Als jij mooie kleren nodig hebt om, om goed voor de dag te komen... en daardoor meer te produceren of meer, uh, ja, meer geld dat je er mee gaat verdienen. Dat zeg ik. Go, doe je ding. Snap ja. je? Want het leven is ingewikkeld. We kunnen allemaal heel snel zeggen van ja, je hebt die kleding niet nodig of je hebt die jacka niet nodig of die watcha of die waggy, die heb je niet nodig. Blah, blah, blah. Ja, Maar dat weet je niet. Misschien heeft hij het wel nodig voor waar hij mee bezig is. Ja. Want het leven is ingewikkeld, uh, is meer complex dan wij denken. Ja. Want wat is het beeld wat de buitenwereld niet begrijpt? Maar kijk, uh, I'm Born and Raised Hip Hop Culture. Dus zeg maar, soms zijn juwelen ja, juwelen zijn je trofies eigenlijk. Yeah. Je weet toch, je hebt, je hebt, je hebt iets bereikt. Uh, weet je, watch a chain. Uh, weet je, iedereen heeft zijn eigen dingetjes. Wat yeah. hij of zij belangrijk yeah. vindt. En weet je, dan ben je vrij om te doen wat je wilt. Maar wat ik me soms aan stoor is dat de buitenwereld naar ons culture kijkt. En denkt van, maar jullie zijn alleen maar met money bezig. Yeah. Dan word ik een beetje boos. Want ik denk van, nee, maar we hebben veel meer dan alleen money. Tuurlijk, je maakt money met een artform. Maar die artform was je al op verliefd. En je bent er gewoon goed in geworden en het is geld gaan opleveren. Klopt. Wat, wat, wat vind jij van, van dat soort. Ja, geluiden. Wat dat mensen in beeld hebben van. Ja, oei. ja Ik denk ze begrijpen street culture gewoon niet, snap je? Dat is het. We komen van de streets allemaal. En. Uh, ja, ze begrijpen die honger niet. En uh, muziek maak je uiteindelijk over. Over wat je meemaakt. En als geld een grote factor in je leven speelt, ja, dan ga je daar muziek over maken. Ja. Yeah. Snap je? En zo simpel is het. Als jij elke dag, uh, weet ik veel, of uh, als jij zo'n, als jij de hele dag met relaties met chiemijs bezig bent, of met chickies, dit, dat, ja, dan ga je, je gaat liefdesliedjes maken alleen. Yeah. Ja. RB songs, Let's go. Ja, ja, dat is dan je ding, begrijp je? Yeah. Want daar yeah. ben jij mee bezig. Ja. Yeah. Je moet niet iets doen waar je niet, uh, waar je ja. niet thuis in voelt. Alleen omdat mensen zeggen van... omdat iemand het daar niet begrijpt. Ja. Dat is zijn probleem. Maar je merkt wel wat wel aan de hand is... wat wel belangrijk is altijd als performer. Kijk, tuurlijk heb je een fase... maar je moet op het punt komen dat je ook denkt van... het zijn maar spullen. Want het wordt giftig en gevaarlijk... als je je eigen waarde te veel koppelt... Aan je spullen. Ja, sowieso. Kijk, net, net wat je net van ja. Je vakantie, vakanties. Je kan alles kopen wat je ja. wilt. Maar wanne wanneer je met je dochter bent. Dan denk je, ja. Hey. ja, maar ook je, je echte waarde zit in jezelf. Ja. Snap je? Echte waarde zit in jezelf. En je kan jezelf mooi aankleden. Weet je? Goed rijden. Weet ik veel. Al die dingen. Maar echte waarde dat zit echt in jezelf. En dat kan niemand van je afnemen. Ja. Snap je? Die rest is, de rest is uh, niet belangrijk. Ja, het kan belangrijk zijn. Als je, hangt af wat je doelen zijn in het leven. Ja, want, want bij jou bijvoorbeeld, als je bijvoorbeeld kijkt wat, wat me opvalt. Weet je mensen, toen ik laatst zei van. ja, ik ga Moula interviewen weer. podcast, Real Talk. Oh, doop, doop, doop. Ja, vraag hem sowieso waarom, hij, uh, waarom je hem nooit ziet met gekke Chains en Watches. Ja. En toen dacht ik, ik ja, is me nooit opgevallen eigenlijk. Ja. ik ben gewend aan. Het ja, pullen. ik krijg ik... deze vraag heel vaak. Ik zelf, het valt mij zelf niet eens op. Ik zeg je eerlijk, ik ben sowieso nooit echt een hele grote fan geweest van uh, juwelen en uh, horloges en zo. Ik denk dat dat ook van huis ook een beetje mee kon, weet je. Men moet, sowieso van dat geloof mochten we nooit goud dragen. En mijn ma was al niet van, uh, zei van wat ga je ringen, ringen is voor vrouwen. Uh, begrijpen, wat doe je, wat doe je daar nou mee? Ja. En ik ben ook Haagse, dus we zijn super nuchter. Ja. Maar los daarvan... Uh, Vind, vind ik ook belangrijk dat, kijk, ik weet de persoon die ik ben ik ben een, ik kan heel ik kan heel wraakzuchtig zijn ja. weet je en ik weet uh, ik reken ook ik weet de waarde van al die, uh, die ongein en ik weet wat mensen bereid zijn daarvoor te doen ja. vooral jonge mensen, weet ja. je die denken van, hé, hey, die man heeft een watch van 30 dozen als ik het ja. pak ja. Het is zo klein hè. Dan wordt je zo. Snap ja. je? Je doet klaar. Je hebt hem gepakt. Begrijp je? En je kan gelijk ergens naartoe gaan. Je krijgt minimaal de helft. Weet je? Je ja. krijgt gewoon een 15 of weet ik veel. Nog 40% ervan. Ja. ja, dus voor een uh, jong persoon. Weet je, hij denkt die 10 doe zo. Hij denkt, ja man. Life changing money. Begrijp je? Ja. En voor life changing. Voor levensveranderende bedragen. Ja. Ben jij uh, bereid om veel te doen? Ja. Snap je? Althans, dat was ik ook. En dan denk ik van, ja, weet je, als iemand uh, dat uh, bijvoorbeeld bij mij zou doen. Ja, ik ken mezelf, begrijp je? Ik zou, ik zou, ik zou, ik zou er niet mee kunnen leven. Ja. Maar dat ben ik, ja. begrijp je? Ik zou er niet mee kunnen leven. En dan denk ik van, ja, oké. Okay, dus stel je voor dat het gebeurt, dat ik een horloge heb. En ik begrijp die guy ook volledig, hè. Want die guy denkt, hé, hey, ja, man. Snel nou een mooie watch op 40k, 50k. Ik pak hem, boom, ciao, adusu. Huts, we gaan verder. Maar ja, dan heb je mij weer. Die denkt van, hé, hey, wat? Heb je dit van? No man, dat kan niet. Boop. Ook gelijk uh, ja. afrekenen ermee. Ja. Maar wat je dan krijgt, is dat ik dan denk van, oké, okay, dus als ik naar de einde van, van deze som kijk, zie ik dan één uh, jongetje die, uh, weet ik veel, waar uh, iets heel ergs mee is gebeurd. Ik ben mijn horloge kwijt. En ja, weet je, uh, iemand is zijn leven kwijt. Ja. begrijp je, iemand die niet weet waar die mee bezig was, ja. alleen omdat ik even interessant wil doen, ja. dat ik even die shine wil, ja. snap je ik vind het zielig, ja. ik vind het zielig voor, voor zo'n persoon, snap je en ik dan denk ik van weet je wat, ik vermijd heel die onzin man, ja. begrijp je, ik vermijd heel die onzin, want ik gun het die jongetje niet, want die jongetje had ik kunnen zijn ja. Snap je? Als ik, ik, als, op, als ik op die leeftijd dat had gezien, 100% had ik je ja. ik, ik had gelijk was ik achter je aangaf voor die Watcha. En misschien was die guy ook wel dan een grote speler. Nee, die had mij eraf gehaald dan. En dan uh, heel mijn toekomst weg. Ja. Alleen maar, omdat maar... ik verblind werd door die, uh, door die uh, materialistische dingen. Ja, maar daarom is het, ook, is het ook moeilijk. Want zeg maar aan de ene kant, kijk, iemand werkt gewoon hard voor zijn spullen. En... Als je iets wil kopen, mag je het kopen. Mm -hmm. Het is ook moeilijk om te bedenken... dat je tegenwoordig als je spullen koopt... dat je in je achterhoofd moet houden... somebody is watching. Dus of je moet heel onderkomen... Ja, maar vind je dan... het lauw dan, bro? Laten we eerlijk zijn. Er zijn mensen die hebben gewoon geen doekhoek. Echt ja, geen maar dat, money, dat, dat, bro. Dat snap ik. Maar en maar voel... dat je dan met... Kijk, ja, kijk, het is heel ingewikkeld. Kijk bijvoorbeeld een waggy. Ja, toch? Kijk, ik weet als je een waggy hebt van weet ik veel. Heb je een waggy van een miljoen, bro? Ja. Zij hem stilt, hij kan er niks mee. Hij gaat hem misschien kunnen seren voor tien, vijf of zes, zeven dozen of iets. Ja. Begrijp je? Ja, bro. Uh, ja. Begrijp je? Daarvoor gaat hij niks. Uh, hij kan er niks mee. Ja, ja. Met, met je kleding kan hij niks. Het ja. uh, enige wat, waar hij echt wat mee kan is zijn gewoon juwelen, weet ja. je? Dat is het enige. Ja. Dus daar moet je wel over nadenken. Dus ik moet gewoon een speelgoedhorloge gewoon uh, <laughs> <laughs> en, uh, Ik dat niet eens. Want ja. uh, dan gaat hij alsnog... Ik zeg het voor een lijst, de maar het is gewoon made in, uh, made in China, man. Uh, dat is ja, kijk, voor mij is het gewoon niet nodig, weet je. Ja. En ik heb het zelf ook niet nodig. Ja. Ik, heb te, ik heb niet het gevoel van, oh, ik heb een horloge. Nou, iedereen weet wie ik ben. Ja. Snap je? Ik kom binnen en mensen weten wie ik ben. Ja. Kijk, ik snap als je wat anders doet en... En uh, je bent uh, low profile. Ja, low profile de niet meer door die horloge, maar je bent onbekend. Ja. Je weet toch? En uh, ja. hij spreekt je aan met zo'n mooie horloge aan. Ja. ja, dan neem je hem wel wat serieuzer. Ja, ja maar, dat, 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 maar dat is ook zeg maar die, die mindfuck. Want inderdaad, als je in een ruimte komt en uh, je komt gewoon plain, dan kijken mensen gewoon. Ah, ja, maar ja, dat hallo. is anders als je, als je beroemd bent. Ja. Snap je? Kijk, als je beroemd bent, is het niet nodig. Want mensen weten al wie je bent. Ja, je, gez maar, ja, maar je gezicht alsnog, is die brand. Ja, maar alsnog. Alsnog heb je bijvoorbeeld, vooral ook in als hip coaches, wij dragen trofies. Ja, ik maak dus, dat dus... niet mee. Ik zeg je eerlijk, overal waar ik kom, ik krijg gewoon dezelfde respect die ik ja, zou krijgen nee, dat als zo, ik. Hem, ja, par excuse. Maar, dat, uh, maar dat ook, heeft ook te maken met jij bent. Uh, kijk, laatst, ik ga een goed voorbeeld geven. Laatst iemand tegen mij, bro, jij bent, hé, hey, Fernando Alman, mijn bro, hé, hey, jij rolt met die grote gassen. Jij moet ook. En dan voel je ze, zo... ...hoezo moet ik dat ook? Je weet toch van... ...ik ben gewoon wie ik ben. Ja, maar dat is... Dat dus, is dus ik had een keer zo'n gesprek... ...met mijn moeder... ik zei... Oh, moeder... ...en luister... ...voordat jij die spullen gaat kopen... ...stuur mij nog een keer... ...naar Aruba... ...naar mijn familie. Dus <laughs> mijn moeder brengt altijd... ...met z'n tweeën... ...dus ik ben ook heel nuchter... ...opgevoed... ...met uh, spullen. Tuurlijk koop je af en toe... ...mooie spullen voor jezelf... Maar ik loop net zo graag in een Zara-broek of Gabs. Ja, maar, maar, maar nogmaals, het hangt af. Kijk, jouw gezicht is een brand. Snap je? Als jij iemand wil interviewen, iedereen weet wie je bent. Ja. Snap je? Maar oké, okay, stel je voor uh, iemand die, uh, die niemand kent. Een onbekende gozer die komt naar jou toe en zegt: Yo, luister Fernando, ik heb een uh, goede businessplan voor je man. Dit, dat. En hij komt aan in een, uh, een rotte trainingspak. Kijk, ik zeg eerlijk, jij gaat kijken, jij gaat denken van. Ik weet niet bro, uh, ik weet niet wat je mij kon vertellen. <laughs> maar ik heb hier geen tijd voor, ik moet door. Ja. Maar als iemand netjes, met toch ja. echt een dikke watcha, een waggietje daar, jou zou aanspreken. Je zou toch wel even luisteren. Je denk ik van, oké, okay, wacht even. Weet je? Maar is het gewoon een fout van een mens dat we dat hebben Nee, maar hebben is het is logisch. Hoofd? Omdat je denkt van bro, uh, je moet wel iets kunnen om dit te bereiken. Dus ja. blijkbaar kan je iets. Ja. Snap je? Maar, maar zo... het kan ook tegen je werken hoor. Want ik zeg ook vaak, stel dat ik een, 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 een loodgieter heb of zo. Ja. Belg, ik zie hem in een AMG aankomen en een uh, en een roli om zijn pols ja, ik ga hem skip hoor. <laughs> ik ga denken, wacht even, ik vertrouw deze guy niet, man. Hoe ben je loodgieter en maak je zoveel money? Dat kan niet. Terwijl hij misschien ja. wel gewoon veel money ja. maakt als loodgieter, ja. begrijp je? Maar ik ja. wil je niet zo zien. Want ja. ik krijg het gevoel dat je me een, een hele dure prijs gaat vragen. Of je gaat me flessen ja. of iets. Ja, 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 ja. Dus het hangt echt af. prijs is extra hoog. Ja, snap je? Hij moet dus de benzine dus Die watcha ja. verandert in elke ja. situatie, ja. begrijp je? Dus ja. hij werkt voor sommige mensen. Ja. zeg ik ook, bro. Doe je ding, blijf het doen. Maar doe. het ook een verke Mensen ja. werkt, het, werkt, ja. het, werkt het juist tegen. Ja. En bij mij werkt het niet. Dan draag ik dat ding alleen om... Ja, ja ik weet niet voor wat ik het draag. Ja. Iedereen weet, uh, we zijn artiesten. Ja. We verdienen ja. gewoon money, begrijp je? Ja. Je moet gewoon, ik zeg altijd, end of the day... Doe waar jij gelukkig van wordt. Dat is het oh, belangrijkste in life. Maar als je uit die fase bent... Weet dat je niet moet laten kenmerken door de spullen die je hebt. De spullen die je hebt, heb je gekregen... door een God-given talent, je music... wat heel goed is omarmd, wat een blessing is. Want oh, nee. ik, 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 ik draai al uh, poko's van artiesten... al meer dan 50 jaar op de radio. En er zijn heel veel mensen die het ook niet maken... En er zijn ook even mensen die heel goed zijn en die maken het alsnog niet. Want er zit een soort speciale iets wat moet connecten. Het is die pokoe wat leuk is. En connect. De juiste vocal sessie die op die beat past. De ja. juiste alles moet vallen. Ja. De hype eromheen. Wat je uitstraalt, de timing, de voice van een artiest. Maar ik ben gewoon benieuwd wat je zo gelukkig maakt van die. Ja, iedereen heeft zijn ding, maar ik. Ja. Ik zeg je eerlijk. We zijn allemaal op zoek naar geluk, bro. Ik denk dat dat het eigenlijk. Ja, maar, wat, is. maar hoe maken die spullen je zo gelukkig? Omdat ik denk dat die spullen jou het gevoel geven dat je die persoon bent. Want ik, ik kan me voorstellen, als jij als kind niet veel mooie spullen hebt gehad en jij kan nu die spullen kopen, dan denk je... ja, man. Ik, ik ben er. Het is ook een soort onzekerheid. Ja, dat is waar. Kijk, ik hou ook wel van om in een, in een leuke auto te rijden. In een mooie auto. Ja, weet je, iedereen dat heeft zijn ik eigen, ook. Ja. Dat waardeer ik ook zeker. Het doet iets met je gevoel. Het hm. doet iets met hoe je naar jezelf kijkt. Daar ligt de kern. Kijk, soms heb je bijvoorbeeld. Ik heb wel eens bij gasten gezeten in Amerika. Die komen gewoon binnen met een wit t-shirt. Geen rolly, helemaal niks. Maar die zijn gewoon kapot rijk Je hebt ja. gewoon iets van 20, 30 En jij die zit ja. gewoon in de -wereld. Ja, ja, en je wereld. Ja, 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 ja. En een uitlaag van: hey, is een kill. Maar die man kan een boot. Je bent een keer Jeff Bezos. Ja, ja, Als we hem in de ja. stad ja. zouden zien, denk die kill doet, niks, maar ja. die kill koopt een boot en moet gewoon. Ja, maar dat Zodat... is waar hij stunt weer. Ja. Kijk, sowieso heeft iedereen altijd de behoefte, ik denk dat dat het is. Iedereen heeft altijd de behoefte om ergens te laten zien: ja. van, kijk wie ik ben. Ja. Snap je? Maar dat is het bewijs eraan. Dat, dat heeft iedereen. Ja. Alleen ik denk. Maak... Zorg dat die bewijsdrang jouw werk is. Snap je Kijk, ik denk van... Ik laat zien wie ik ben in mijn muziek. Ja. In mijn pockels, In mijn 1-1 sessie van... Kijk, pom. Ja. Dit, nigger. Dit ja. is wat ik doe. Kijk ja. hier. Ik maak kapot. Ja. Dat is waar, waar ik mijn bewijsdrang heb. Ja. Begrijp je? En ik denk van... Als iedereen dat zou doen in gewoon waar, waar hun mee bezig zijn... Dat is veel meer waard. Maar weet je wat ook kaka is bijvoorbeeld? Als ik gewoon iemand zie met... Uh, met een, die, waarvan je gewoon weet van... Bro... Je weet toch, je, je draait die cijfers niet, je doet geen shit, ja. maar je bloot je money, begrijp je? Ja ja. Ja, ik kijk gewoon naar je van als je die 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 moeite zou doen om shit te laten lukken, heb ik ja. meer respect voor je ja. dan dat je hier probeert te laten zien alsof je ook meedraait, ja. terwijl bro, iedereen maar, ziet de cijfers. Ja, maar dat is maar dat is die perceptie, bro. Dat is dat is ook die druk die de buitenwereld legt op ons. Kijk, je moet ook heel sterk zijn. Wil je daar niet voor... Uh, wil, je, wil dat geen impact op je hebben? Als jij, stel, jij komt in een ruimte. En, 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 en je wordt ook laat zien dat je ook lekker gaat. Maar iedereen om je heen is mooi gekleed. Heeft mooie spullen, dit en dat. Als jij niet echt zeker bent voor jezelf... Dan ga je denken, hey, moet ik ook hebben? Mm. Terwijl als je op een gegeven moment op een bepaalde level bent... Je weet over wie je bent. Wat jij zegt... Ik weet, ik ben moela moes. Ik heb dat niet nodig. Je hebt voor jezelf. Ja, ik heb het niet nodig. heb het niet ja. voor jezelf nodig. Weet je, als ik bijvoorbeeld in Amerika zit, ik ben de game aan het interviewen, whatever. Ik zie die guys met big chains. Mensen vragen me: Fernando, word je niet? Wil je niet ook. Nee, het is toch zijn kent. Ik, ik vind het dope voor die girl. Ja. Hij is de game. Maar ik ben Fernando. Weet je dat? Ja. Dus, maar het heeft te maken met een bepaalde rust in jezelf. En het is niet erg om in je jonge jaren uh, anders naar de wereld te kijken, want je moet groeien, maar je moet niet erin blijven hangen. Ja. Die fases. Het moet voor je werken. Dat het moet is voor belangrijk. je werken, snap je? Precies. Op een gegeven moment wordt het, wordt het, wordt het hoofdpijn en dan ga je door en door en dan wil ja, ja, ja. je... En daarom vind ik het knap aan jou dat jij dus dat voor jezelf hebt heb bepaald. Maar he, wat ik vroeg een keer aan je van, hé, hey, neem even voor die podcast even wat, wat spullen mee, want dat doen we vaak in ja. Real Talk. Om wat spullen mee te nemen met waarde of waar je herinneringen aan hebt. Weet je, van fotolijst van vroeger, weet je, dat heb ik de eerste in het tweede seizoen gedaan. En dan vroeg ik jou, bro, neem even wat mee voor die, voor die Real Talk, je weet je toch? En toen zei je tegen me, ah, ik krijg niet echt waarde. Dat... Nee man, ik, dat, toen je dat zei, besefte ik het ook pas. Ik dacht, oké, okay, wat moet ik meenemen? Wat betekent iets voor mij? Niks. gewoon niks. Wauw. Wow, <laughs> geen foto's. Ik dacht, misschien neemt die foto mee. Voor alleen voor mensen, het. nee. Wow. Mensen, mensen zijn waarde voor mij. Ik maak ook geen foto's, ik bijna. Ik weet niet, ik leef, ik geniet van de persoon. Ja. Maar voor de rest, spullen betekent gewoon helemaal niks voor mij. Gewoon helemaal niks. Wauw. Vind ik mooi. Ja, toch? Vind ik mooi. Vind ik, vind ik echt mooi. Ja, ik ben een keel die alles opspaart van, uh, van vroeger. <laughs> uh, allemaal speelgoed van vroeger bewaar ik. Ja, ja, ja ik vind het wel nou is... mijn, mijn moeder die heeft. Uh... Die, heeft al on, die speelgoed goed van mij van vroeger nog. Zie je? En die, ge, en die laat mijn dochter er mee spelen. Dat is dope, man. Kijk, ik heb er niet veel mee. Wat ja. ik wel weer vet vind, is ik zorg dat mijn dochter op dezelfde plekken komt waar ik kwam vroeger. Okay. Begrijp ik? Nee, maar mee naar dezelfde kinderboerderij. Dezelfde parken waar ik ging oh, spelen. Wow. De, weet je, omdat ik gewoon denk van, ik wil dat je ook die, die ervaringen ja. die ik had, ook zelf meemaakt. Ja. En praat Begrijp je er ook me? met haar van, hé hey, papa ging vroeger hier. En... Ja, wel nog niet echt. Ja. Maar. Ik breng haar gewoon bij al die plekken waarvan ik denk, daar ben ik ook ge geweest, weet je. net als wat ik ook een altijd een mooie ervaring vond. Wat wij vroeger hadden, is dat we met de auto naar Marokko gingen. Kijk, nu hoeft dat niet. Maar ja, ik wil wel dat zij dat ook meemaakt, oh, wow. bijvoorbeeld. Ja. bijvoorbeeld. Kijk, zij hoeft niet in de auto te slapen, maar ik wil, ik wil dat wel. Je ja, gaat gewoon een, een auto regelen. <laughs> ja. We gaan met de bus. We kunnen, we met, de, we kunnen in die hotel slapen, ik we wil We gaan met de niet. bus. We ja. gaan in de auto slapen. Ja. Omdat maar, ik heb dat meegemaakt, ik wil dat jij dat ook meemaakt. Maar is dat niet zeg maar, uiteindelijk wat we willen? Herinneringen maken, mooie herinneringen. Ja. Dat dat eigenlijk goud is. Zeg maar die, 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 die memory. Die ja, memory. Natuurlijk. Ik denk dat ik daarom geobsedeerd ben met... Um, die bewijsdrang het goed willen doen. Ook als vader zijn. Omdat ik... Ik heb niet echt veel memories met mijn vader. Ik weet... Oh ja, hij ja. heeft ooit een... Een, een, een Nintendo voor me gehaald. Ook eens, oh ja, toen zag ik maar één keer per jaar. Toen bracht hij dit. En toen zag ik hem anderhalf jaar niet meer. En toen kwam hij met de Transformer. Ik weet nog precies, hè? Al die. Het, het zijn een paar momenten. Megatron en een Optimus Prime. Ja. Dat is kapot, trot, hè, bro. Ja, ja. Nee, je kon niet aan die dingen. Ja. Soms heb je ja. toch weer die gasten die een beetje speelgoed willen spelen. Ja. Ik ben ook, ik, kijk, ja? Ik, nee, je mocht spe nooit spelen met die cadeaus die ik van mijn vader had. Okay. gehad. die waren voor mij ja, waar, je weet toch? heilig. Ja. ja. En ik merk als ik mij iets voor mijn zoontje haal. Dan koop ik tegenwoordig dingetjes die we samen kunnen doen. Dus koop ik een Lego auto en dan gaan we hem samen maken. Oh ja, toch. omdat ik herinneringen ja, dat wil is dat, creëren. Ja, dat is, ja dat dus is, dat ik heb is, een negatief iets ja. uit het verleden gepakt om mm. het positief te benaderen. Ja. ja, die herinneringen, dat is belangrijk. Ja, bro, maar we vergeten het soms. Maar die struggles, die herinneringen en die struggles, snap je? Dat dat maakt je als mens. Ja, snap ja. je? Ik uh, zijn, dat maak je gewoon sterk. En dat vind ik belangrijk dat we, dat we de kinderen meegeven. Want alles wordt zo makkelijk gemaakt tegenwoordig. Ja. Heel comfortabel. Begrijp ja. je? Terwijl, en, en social media ook. Ja. Dan leef je niet het echte leven. Ja. Maar online zijn, bro. Heb je niet soms, weet je, je moet dit posten, je moet dat. Ja, op een gegeven moment word je niet meer. Dus doe TikTok erbij. En dan ben ik, ja. oké, okay, uh, okay, wacht even, we hebben Instagram, wacht, Instagram Reels, oké, okay, maar dat is TikTok. En op een gegeven moment wilde ik niet op TikTok, want ik dacht, moet ik dansen? Nee, toch, je weet toch? Ja, dus ja. zei een collega van, maar van, oh, normaal, als jij pokers draait in de ochtend, dan toch ook, misschien kun je dat erop gooien. Ik zeg, maar dat is raar, man. Dus zij ging, shout dat Marwan, die ging op een gegeven moment dat gewoon filmen en dacht van, hé, hey, doe gewoon. Wat. Maar ik raak gewoon een warm, want ik denk, maar hoeveel social media dingen hebben we dan? Ja, maar dingen vallen ook weg, hè? Zo. Dingen worden gewoon steeds ververst. Dus Facebook bijvoorbeeld, niemand gebruikt dat meer, nee. denk ik. Je weet toch? Nu is het Oudere insta. Oude mensen. Nou, ja, 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 begrijp maar. Hun zitten weer niet op TikTok. Ja. Dus op zich alles ververs zich gewoon. Ik denk altijd dat we maximaal met twee, drie social media's ja. maximaal bezig zijn. Ben jij die online guy? Ik zie af en toe bij jou gewoon smooth pigas Colombia. Je was op een gegeven moment in Colombia. Ja, zie ja, ik jou. Ja. Zo heb je zo'n soort smooth, Kijk, je ja. zo die. Dus heb je dan in je hoofd van, oké, okay, ik ga. Instagram die nee ik heb eigenlijk geeft. een foto nee ik heb een fotograaf die gewoon foto's maakt ik ja. poseer niet eens ja hij maakt gewoon foto's terwijl is ik gewoon, gewoon die look ja. ja ik ben gewoon mezelf <laughs> is gewoon heerlijk en dan uh, ik kan niet passeren, man ik, ben... nee, gewoon, nee, ik kan gewoon, niet schiet paseren. die foto dan heb je hem Heel ja van? maar schiet gewoon terwijl ik bezig ben ja ja en dat eigenlijk en fucking doof voor de rest ik scan wel alles op op uh, internet ja ja, maar ik ben je een bepaalde kijker. mensen die je volgt? Uh, dit... Ik ben een kijker. Ik kijk naar wat iedereen doet. Ik wil op de hoogte zijn van alles. En wat doe je dan met die info? Dan ga je het dat over... is een goede vraag. Ik denk dat ik daarmee gewoon veel keuzes misschien baseer... zonder dat ik dat doorheb. Zoals? Dat ik gewoon denk van oké, okay, dit gaat de volgende trend worden. Soms, weet ik, soms heb ik het gevoel dat ik weet van oké... Okay, nu gaat iedereen dit doen. En dan vraag ik me soms ook af, van hoe weet ik dat? Ja. En dat komt waarschijnlijk door al die social media shit dat je checkt. Ja. En dan onbewust ben je allemaal van die patronen aan het maken in ja. je hoofd. Van, hè? Ik zag dit dak, ik zag dit dak, ik zag dit dak, ik zag dit... Oh, Volgens mij gaat dit een dingetje worden, begrijp je? Ja. En dan wordt het vaak ook een ding. Ja, gewoon de analyst. We gaan zo, we gaan zo, we gaan ja, zo. Ja dat is raar hè? Ja, <laughs> crazy. zo ben ik wel. Maar, maar ben je ook zo iemand die, die bijvoorbeeld dingen altijd... Oh, dat je altijd dingen over nadenkt en overanalyseert. Ja, ik ben wel ja? iemand die fuck je veel analyseert. Ja. Maar ik vind het werkt voor mij, man. Het werkt gewoon goed, snap je? Maar als je hoofd niet soms vol, dan dus denk je. Dan oh <laughs> dus, dus je gewoon. Ik was soms moe. Oh, oh, ik wil dit, ik wil dat, ik wil dit, ik wil dat. Alsof je niet genoeg uren in de dag. Ik moet meer uren in de dag. Ja, je hebt rust sowieso nodig. Ja. Begrijp je? En. Um, ik denk dat je rust kan vinden. Geloof Nou, die dingen. Dat je, je echt meer, uh, nog niet. Ik heb, je het wel, het wel ik heb het wel even geprobeerd, ben ik er weer uitgevallen, weer geprobeerd, weer eruitgevallen. Alleen uh, het is wel heel belangrijk dat ik dat nu ga doen. En ik denk dat dat mij rust gaat geven, denk ik. Maar ik ben denk, je dan op zoek naar die rust? Ja, jawel. Ik ben wel op zoek naar die rust. Die, okay. die zelf, wat ik altijd mooi vind van mensen die die echt. Goed praktiserend zijn is hun zelfverzekerdheid, hun look. Je ziet gewoon aan hun van. Ze zijn ze, tevreden. Ze zijn het tevreden, het, ja man, ze, hebben rust, ze zijn bewust, ze zijn kalm. Ze weten wat ze willen. Ja. Dat vind ik heel mooi. Ja. En ik heb dat niet altijd. Ik ben altijd van ik wil dit, maar ik wil ook dat, ik wil ook dat, ik wil ook dat. Ik wil, wil, wil door rustig. Je wil van alles ja, dus, en nog wat. Ja. Begrijp je? En, 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 en je zegt, je ging het weer proberen en toen ging je weer uit. Waar lag die, die hoe heet het in? Ik vind het sowieso mooi dat je gewoon je weg erin wil vinden. Maar. Waar, waar lag het bij mij aan? Uh, ik denk dat ik, dat ik het lastig vond om mijn leven te combineren ermee. Omdat ik, ik zag mezelf altijd als slecht. Waarom? En uh, Ja, omdat ik gewoon veel slechte dingen deed. Oké. Okay. <laughs> en, uh, en doe. Ja. En uh, daar had ik moeite mee, weet je. Maar uh, ik had wel mensen die mij meenamen naar het moskee en mij heel goed hebben uitgelegd: Van kijk, moest, niemand is perfect, snap ja. je? Zet gewoon die eerste stap. En het draait omdat je eraan gaat werken om uiteindelijk ja. wel gewoon uh, ja, een, een goed leven te leven. En ik was denk ik altijd bang om die eerste stap te zetten, omdat ik altijd dacht van. Oké, okay. ik heb het gedaan en toen voelde ik me ook veel beter. Ja, je voelde ook gelijk. Ja, ik voelde rust. Ja, mooi man. Meer rust. En uh, ja, daarnaast moet ik ook gewoon zeggen dat, het me, dat de tijd vloog en dat dat gewoon mijn schuld is, dat ik er gewoon niet echt veel mee bezig was, ja. om eerlijk te zijn. Maar dat wil ik wel heel graag, uh, heel graag zijn. Maar ben je zo ook opgevoed, zeg maar ook gewoon? Ja, ik ben uh, islamitisch opgevoed. Ja. En uh, ik heb ook gezien, weet je, de liefde en de geluk en de tevredenheid. Ja. Maar als ik heel eerlijk ben, kijk, ik heb, ik heb heel veel ambitie. Heel veel ambitie. En ik vind het soms moeilijk om dat te combineren ermee. Ja. Begrijp je? Want hoe ik het heb gezien van mensen om mij heen, ja. die praktiserend zijn, is dat ze genoegen nemen. En ik weet niet of ik genoegen wil nemen. Maar is het genoeg of is het gewoon... Um... Dit is voor mij wat mij emotioneel verzadigt. Want dat kan het ook zijn. Hè? Want wat voor mij bij een ander... Weet je, wat je zegt van... Jij ziet misschien als genoegen nemen met... Maar soms zijn mensen van... Nee, nee maar hun ik, zijn ik, blij. Ik, hun ja, zijn ik ben blij. blij met dit. Maar stiekem ben ik bang dat ik blij word met met wat ik al heb. Dat je nu blij wordt met wat je al hebt? Dat dat genoeg voor mij is. Misschien niet. Of misschien word je blij met, met minder. Mono, omdat je denkt dat Ja, dit, maar ja, daar, ben ik, daar ben ik... Dat bedoel ik. Ik, okay. ik ben... Ik wil gewoon veel bereiken. Oh je, ben, oh, oh, wacht, oh, je bent bang dat je, zeg maar, als je je volledig commit aan de islam. En je begint, ja. dat je, zeg maar, die drive en die honger die je hebt om meer te willen bereiken. Dat je dat aan de kant moet zetten en dat je daardoor niet de volle potentie uit jezelf haalt. Vertaal ik het zo goed? Ja, het is meer, denk ik, dat ik dan denk van. Hm, uh, misschien verdwijnt. Misschien verdwijnt mijn drijf wel. En misschien, dat is ook goed. Ja. Maar ik ben er wel bang voor. En waarom? Begrijp je? Ja, dat is een goede vraag. Ik weet niet waarom. Ik weet niet waarom ik zoveel dingen. waarom ik dat allemaal wil bereiken. Dat weet ik ook niet. Misschien. Ik uh, weet dat niet. Misschien omdat je je waarde als mens wil bevestigen. En wat ik daarmee bedoel is van. Als jij dingen bereikt in life... succes met muziek, je mm kan -hmm. uh, providen voor je familie, een auto, dingetjes, dat geeft je op een of andere manier een waardeoordeel naar jezelf toe. Hé hey, man, ja man, mulla came van farm, mulla doet dit man, ja man. Ja. Een soort van, ik, hey, ik heb dit, uh, ik zorg uh, uh. voor dit. Een soort validatie van wie je bent. En dat combineren we aan onze successen met werk en dingen en dingen bereiken. Ja. Ik denk dat dat, zeg maar, dat je bang wordt om dat los te laten, want je denkt van dat je dan. Hoe je naar jezelf kijkt, verliest. Ik snap dat. Ik, bro, ik. Ja, het is heel ik, gek en het ja. klinkt ook heel fout. <laughs> zeg maar. maar het is heel eerlijk. Maar het is het ook is heel, heel eerlijk. Fout. Het, het is heel, heel eerlijk, fout. omdat. Omdat wat je namelijk aan het doen bent in live, op alle manieren. Iedereen wil iets bereiken, iedereen is op ja. zoek naar liefde. We wil, eigenlijk, bro, willen we allemaal een knuffel willen <laughs> Ja, we, we wanna be loved. Laten we heel eerlijk uh, zijn. Uh, uh, De stoerste gangster, whatever. We willen een knuffel. De, weet je, en waarom ik. Mensen ook van de straat begrijpen. Ja, ik heb ook mensen in mijn familie die uh, ook dingen hebben gedaan. En wat. Maar wat ik altijd mooi vind, en ik zie als rijkdom: ben in mm. Amsterdam-Oost opgegroeid. I love all my cultures around. Maar wat ik heb geleerd is: iedereen struggelt met zijn of haar plek vinden in life. Ja. Op wat voor manier dan ook. Armoede, rijkdom, liefde, geluk, pijn. Kapotgelopen, een stuk gelopen relatie. Vriendschap die niet loopt. Dit, maar je gaat jezelf erin vinden. Maar wie ben ik eigenlijk in deze vriendschap? Hoe ben ja, ik in het je... Hoe ben ik dit? Het is ook heel tegen uh, draad. Wat ik zeg. Nee, Niet tegen draad. Ik, ik spreek mezelf ook tegen. Want ik, ik, ik hecht ook geen waarde meer aan, 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 aan al die dingen. Maar toch wil ik wel. Dingen blijven bereiken, zeg maar. Omdat het gaat om, de, om het gevoel wat je overhoudt aan het succes ja. en niet aan de materiële zaken. Dat dus is, dat is die mindful. Ja, dus jij neemt, zeg maar, niet genoegen zeg maar, met, oh ja, maar ik kan morgen twee auto's kopen. Nee, ja. jij wil de optie hebben dat je die andere auto kan kopen, dat je weet, ik heb het goed maar gedaan. Is het niet, in niet gewoon hebzucht? Hebzucht zeker, maar hebzucht om meer te willen hebben... om jezelf beter te laten voelen. Uiteindelijk gaat het om, je zoekt naar een soort drugs voor jezelf... of een soort methode, een soort manier om jezelf beter te laten voelen. Ja. Dat is een soort, ik herken het omdat ik dat ook heb. Ja. Ja, ik herken, als ik heel eerlijk ben, van uh, mensen zeggen soms... je bent bijna onverzadigbaar. Hoe bedoel je? Fernando, laten we teruggaan in de tijd... 15 jaar geleden zei iedereen tegen jou: hip-hop ga je nooit zo vaak op de radio kunnen draaien. Een hip-hop DJ op de radio gaat niet werken. De bewijsdrang van mij zegt: Wil je zien? Ja. Gaan jullie allemaal laten zien. Rennen, rennen, rennen. Toen was er een guy die tegen me zei: uh, Ja, artiesten interviewen. Alleen maar Nederlandse artiesten. Oh, je gaat zien. Nou, toen kwam ik met DMX, 15 Cent, uh, Rihanna. Stel je, dus Op een gegeven moment heb ik die bewijs dat ik ga jullie allemaal laten uh, ja. zien, en mezelf... Ja. dat ik waardevol ben. Mm. Maar het zit dieper. Ja. Het feit dat mijn vader nooit tegen mij heeft gezegd dat ik van je hou... Ja. dat hij bij me was, dat is die onderliggende bewijs eraf. De reden waarom je dat... Uh, ik schreeuw, want uh, ja. ik wil dat hij me hoort. Ja. We schreeuwen allemaal omdat we gehoord willen worden. Ja. Die kleine Hicham die in jou zit... die wil gehoord en gezien worden. Het is heel crazy. Maar misschien maar... is het ook zekerheid, hoor. Misschien wil, wil ik ook zekerheid voor mijn, voor mijn, voor mijn gezin. Dat... Ja, omdat... Je, je, het en gaat, ik ben bang dat, erom, ik, dat, ja. ik, dat ik niet op een normale manier voor echt zekerheid kan zorgen. Ja, dat is die angst om te falen. You don't ja. want to give up. Ja. Dat is mooier, bro. Het zegt ook... Kijk, en dit gaat veel dieper. Dit laat namelijk zien wie je bent als mens. Ja. You don't do it for the money. You're driven by something else. Je wordt Juist. gedreven door iets anders. Klopt. Dat is mooi. Het ja. feit dat je zegt van... joh maar ik vind het moeilijk om dat los te laten. Want ja. je bent bang dat je een stukje van jezelf verliest. Juist. En we zijn allemaal bang, bro. Ja. Maar we durven het niet te Hallo. zeggen. We doen stoer. Zelfs die persoon die de slechtste comments eruit gooit... die boos is, die haatcomments op Instagram gooit... die is ook boos. Maar hij vindt een manier om op jou te haten. Ja. Snap je? Want ja. zeg je eerlijk, wie heeft nou tijd... als je gelukkig ja. bent in live... Om, ja, om iemand te gaan reageren? Of het je dus op straat loopt... hé hey man, ik mag jouw pokoe niet. Ja, hey man. ik zeg je eerlijk, ik heb... Ik heb ik voelde er ook helemaal niks bij, zeg maar. Ik kijk gewoon, ik denk, oké. Okay, ja, ik denk meer van, zeg maar, hoe voel jij je als mens? Begrijp je? Ja. Wat, uh, en, ja. En, wat, ja. Wat, en wat denk jij dat dit gaat doen? Ja. Denk je dat als je dit doet, dat er iets gaat veranderen? Er dat gaat ja. helemaal niks veranderen. Niks. Alles blijft hetzelfde. Ja. Dus je doet eigenlijk dit voor niks. Ja. Maar haat. <laughs> Dat vind, ik het, dat vind ik het grappig. En, en jaloezie, ik probeer altijd vanuit liefde te bewegen. Mensen, ben je altijd op good vibes? Ik zeg, luister, ik verspreid liever good vibes. Waarom? Want als je in negatieve vibes blijft hangen, dan kom je in een vicieuze cirkel. Ja. Dan ga je alles negatief zien. Ja. Als jij positief naar iets durft te kijken, dan gaat jouw kijk op de wereld gaat veranderen. Tuurlijk kan je broke zijn en heb je het minder, tuurlijk. Maar je kan ook denken, ik leef. Ja. Want levenswaardevol. Het feit als jij gezond bent, ben je al heel rijk. Ja, weet, is weet je wat het is? Je moet altijd denken: gewoon nieuw honden, nieuwe kansen. Ja, let's Je wordt go. wakker, weet je, leuk wordt wakker. Ja. Denk ai, boom, let's go, laten we het weer ja. proberen. Lukt het niet? Morgen weer proberen, ja. overmorgen weer proberen. Je moet die drive houden, weet ja. je. Maar je ja, dat, dat, zo ben ik weer, begrijp je? Nee, maar je brengt het ook over. Want, uh, weet je, kijk, gesprekken zoals dit, ik noem ze geen interviews, en gesprekken. Gesprekken zoals dit motiveren misschien de kleine nieuwe Hisham die opgroeit. Mm. Die denkt. Ja, ik ben precies als hem. En jij ja. geeft hem een antwoord waarbij hij een andere weg kan bewandelen. dan dat jij hem moet te bewandelen om later pas te komen waar je nu bent. Ja, Want heel hoop, vaak ja. luisteren je niet naar. Andere mensen om ons heen. Maar we gaan wel luisteren naar iemand tegen wie we opkijken. Of tegen iemand die denkt: van... Hey, hij is zoals mij, man. Ja, ik voel ja, hem. Ja, 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 ja. Dan hoor je veel eerder dat jij zegt: Ja, blijf op school of doe dit. Als jij mm. zegt: School werkt er niet voor mij, maar doe dit of doe dat. Ja, ja. We hebben power, hè? Als artiest heb jij heel veel power behind a mic. Dat, dat kan je nooit onder. Deze mic. Ja. Ik zeg vaak: Naast zij het al, het is een mooie zin. All I need is one mic. Hetzelfde voor mm. jou. Met mijn Mike interview ik people, I talk to people, informatie ja. mensen te leren. Met jou, Mike, vertel jij verhalen over jouw leven. Je vertelt gewoon: ik ging door dit, ik heb deze pijn ervaren. Ja. Hier kom ik vandaan. Weet je hoe mooi dat is, bro? Ja. Dat is een blessing. Maar die blessing moet je wel met de juiste intentie inzetten om mensen te helpen. En dat doe je op jouw manier door dit soort gesprekken te voeren, Vraag te stellen. Over drie jaar hebben we weer een interview. Ja. En dan zeg je: hé hey man, ik zit zo erin. Ja. Snap je? Dus, dus ja. ik, ik vind het wel heel, heel, heel mooi. En, en op je nieuwe album toch? Je hebt, je hebt heel veel verschillende uh, tunes. Mm -hmm. Die met ems die pakte mij ook heel erg. Ja. Uh, hele mooie song. Um, heb je een bepaalde manier hoe jij die collaborations aanpakt? Want je hebt heel veel collaborations. Als yeah. dus je jou googelt featuring dit, featuring dat, featuring zus en zo. Je bent bijna die boss arounds van Nederland. Je hebt gewoon zeg maar alle gekke featuring's En jij kan ook het verschil maken op een mm -hmm. track. Laat het ik zijn als je jou hoort op een track. Oh ja. Wat gaat Moula nu doen? Is ja. het ook een beetje pressure bij een featuring? Tuurlijk. Ik heb altijd uh, pressure omdat ik wil presteren. En uh, ja, steeds beter wil worden eigenlijk ja. in principe. Ja. En, en, en als je die studio in gaat en je gaat op een gegeven moment je eigen album opnemen. Ja. Hoe benader je dan een feature? Want dan ga je met een concept werken. Heb je dan een concept al ready? Ja, ik kijk meestal van wie past hierop. Ja. Ik doe altijd meestal gewoon alvast een hoek versus hoek. Soms alleen een first. Ja. En dan denk ik van wie past hier ook. En, uh, en, maar soms bouw ik ook samen met, een, uh, met, een, uh, met iemand de tune. Is die met Ems hebben we gewoon samengebouwd in de studio. Oké, okay, dan gaan jullie eerst praten van oké, okay, ik wil het hierover hebben. Want voor de mensen die tune misschien nog niet best Het is een hebben. gevoel, die beat komt, het is een ja. gevoel, we zitten in een vibe. En dan uh, ontstaat het eigenlijk. Ja. Maar dat is de enige tune die zo is gemaakt. De rest is wel eerst vanuit mij gemaakt met een plan. Ja. En is daarna afgemaakt door een collab of door mezelf. Het is een track op met Cullis uh, en Blakka. Ja. drill. Dry, uh, ja. die pokoe. Uh, uit Luxemburg. Ja, yeah, mm. yeah, maar ik, ik heb die zeg maar, original track. Ja, dus Ja, ja, ja. Ik heb die exclusives, dus dan heb ik van tevoren dan. Ik ga uit Hoe de producer, producer mee heeft Ja, opgeslaan. ja, ja. Heb je van die gekke dames ja, dat ja. je denkt. Ja. Ja. Gaat die pokoe zo heten? Ja. En, uh, dus, dus ik was aan die poco. Ik hoorde die beat. Het is van Ilias op de beat. Samen met uh, Trobi. Ja. Die collab. Zo, die beat is. Pss, ja, dat is Shout out sowieso aan de producers. Ja, man. Uh, Ilias, Trobi. We gaan echt nog meer in de toekomst doen met producers ook uh, op deze podcast. Want de producers verdienen echt ja, ook sowieso veel. sowieso de producers die ik heb die op mijn, die op mijn project staan. Weet je, Ilias, Trobi, Shahid, Frankie. Weet je, die hebben, ja, die, uh, die hebben, echt, uh, die hebben echt afgemaakt, man. Ja dat is mooi hoor ik vind uh, kijk een producer uh, voor de mensen die dan en denk ja producer dit druk een knop uh, nee 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 een producer investeert zijn em emotie ook zit erin gaat de geluiden mooier proberen te krijgen gaat soms in sommige gevallen met een ingenieur helemaal puzzelen om te kijken of je die vocal zo mooi kan krijgen. Mm -hmm. Dus wanneer de artiest de track al heeft opgenomen, zit de producer nog te sleutelen. Zit de producer nog te kijken. Ja, hij Pas bepaalt die ook de richting, weet je, waar je naartoe ja. gaat, snap je? Ja, dus shout en alle producers mm -hmm. uh, out there doing het thing. Uh, sowieso ook shout out. We, weet je wie ik ook heel trots ben? Asha. Asha Far. Ja, Asha doet zijn ding ook goed. Ja, man. Weet je, uh, hij is nu independent. Maar altijd als hij komt, ik hoor altijd die gretigheid van hem. Mm. Vind ik het leuk. Ja, toch? Asha, <laughs> ja, wat ja. is Snap je? Hij is ja. he's, he's, he's going ja, in. Ja. Die tune die we samen hebben, is ook gek. Ja, man. Het, dus uh, shout-out sowieso naar Asha hij Moet ook een keertje gewoon mm. hier komen. Maar um, je ziet dus, wat, wat, wat veel mensen me ook vroegen van, zit Moula nog wel of niet bij Wilde Westen? Nou, ja, ik zit niet bij Wilde Westen. Ik heb mijn eigen label, Oké. Okay. maar mijn partner in dat label is Mo B van Wilde Westen. Okay, dus. dus ik ben mijn eigen label begonnen ja. en ik was op zoek naar een partner. En ik dacht, ja, degene die ik het meest kon vertrouwen en die altijd mijn shit gewoon goed heeft gedaan, dat was Mo. Ja. En toen zei ik tegen hem van, uh, weet je wat, ik ga mijn eigen label beginnen, maar ik wil jou erbij hebben. Okay. Van, uh, ja, en hij regelt uh, heel veel dingen voor, mij, voor mijn label. Want hij is het brein achter Wilde Westen. Ja. Maar kon je er niet gewoon bij Wilde Westen blijven? Je nee, omdat weer... ik dit keer een label was starten. wat, wat ik in mijn hoofd had. Okay. En die op mijn manier ging werken. Okay. En uh, ik, wil, ik wil eigenlijk een platform, een internationaal platform creëren. wat ruimte biedt voor kunst. In de okay. breedste zin. Dus van muziek tot, uh, tot mensen die uh, ja, interviewen. Ja. Tot, uh, Mensen die gewoon schilderen tot alles. Ja. Begrijp je? En ik wil echt alle muren doorbreken. Okay. Alleen ik wil wel een toegevoegde waarde zijn. En ik denk dat dat heel belangrijk is voor een artiest. Voor okay. elke artiest. Okay. En wat, wat, wat heb jij te bieden als label? Want hoe heet je label? Plus records. Plus records. Meestal plus plus records. Oké. Okay. Ik ben rapper. Ik wil uh, gesigned worden. Ik kom bij jou binnen. Ik zeg yo. Wat ga je voor me doen? Wat gaat Plus Records voor mij doen, Moela? Ten eerste ga ik ervoor zorgen dat de kwaliteit van jouw product beter wordt. Ja. Weet je? Want uh, ik heb het gevoel dat als ik iemand zou zijn, zou ik iemand zijn waarvan ik denk: oké, okay, ik kan jouw muziek beter maken. Ja. Begrijp je? We gaan samen eraan zitten. We gaan het beter maken. Ja. Daarna ga ik werken aan, uh, aan je hele, je hele je performance. Ga gewoon jou als artiest beter ja. maken. Ja. Dat, ja, en daarna ga ik je pluggen in mijn netwerk. Ja. Snap je? Daar ga ik voor zorgen dat je gezien wordt. Ja. Met je goed genoeg bent. Ja. Want dat vind ik wel belangrijk. Ja. kijk ik, uh, ik heb heel veel gewerkt aan mijn kwaliteit. En ik vind dat jij als artiest dat ook moet doen. Ja. En wat bedoel je dat? Bedoel, want, want er zijn natuurlijk ook veel opkomende artiesten die nu kijken waar kan of waar moet uh, een artiest sowieso aan werken volgens zijn Hoe kan je dat zeg maar... Ja, aan zijn de... muziek. Kijk bro, als jij... Komt jij weet misschien niet hoe, hoe jij je volle volledige potentieel kan bereiken op, ja. een, op een nummer. Ja. En ik hoor dat wel. Ja. Ik kan gehoren en ik weet hoe jij hebt. En dan weet ik van oké, okay, wacht even. Dit is, dit is goed. Maar misschien kan het nog beter. Ja. En niet alleen oké, okay, ga maar verder. Nee, ik help je om het nog beter te maken. Ja. En ook met de juiste producers te zitten. En Naast producers ook met de juiste muzikanten te zitten. Want ja, ik, 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 ik sta open voor alles. Ik teken producers, rappers, alles. Dus ik zorg gewoon heel zakelijk gezien, zorg ik ja. ervoor dat jouw product beter wordt. Oké. Okay. Snap je? Ik, help, ik werk mee aan jouw product en ik maak het beter. Ja. En doordat wij het samen beter maken en ik het in de juiste netwerken breng, ja. ga je gewoon meer geld genereren. Smart. Dat is het. En en plus dat, de Records en dat, is the future. En dat is toegevoegde waarde. Ja. Dus nu, dus alle opkomende artiesten, if you want to make money. Ja, ik kom Plus je, Ja, inderdaad. Gewoon Shung net. Nee, wat is Shung maar ik zorg, ik zorg wel voor dat, dat je productief wordt en dat, uh, dat je geld gaat verdienen. Ja. Want dat is uiteindelijk waar wij als label voor moeten zorgen. Ja. Wij moeten zorgen dat je gaat uh, dat je genereren. Gaat toegevoegde en, waarde. Maar hoe belangrijk is. Um, ik zeg vaak tegen artiesten... dat je ook heel gedreven moet zijn. Want muziek is niet altijd leuk. Het maakproces is leuk. Mm -hmm. Maar je moet niet denken dat elk liedje een hit wordt. En elke artiest denkt vaak... Is het, dit is hem hoor! Maar hij valt niet altijd. Dat heeft nee. met heel veel dingen te maken. Misschien willen de mensen op dat moment... Het niet van je horen. Hoe ga je die, dat karaktereigenschap... inbouwen bij artiesten... waardoor ze gewapend zijn om tegen... Bepaalde teleurstellingen. Omdat je moet weten waar je het voor doet. Snap je? Je moet weten waar je het voor doet. Als, als ik een kunstwerk maak, maak ik een kunstwerk. Omdat ik ja. denk van: dit is perfect nu. Ja. Dit is het top wat ik kon maken. Ja. Nu hang ik hem op. En dan is het de taak voor de label om ervoor te zorgen dat je kunstwerk zoveel mogelijk verkocht ja. wordt. Ja. Gezien wordt. Snap je? En dus de artiest moet zich alleen focussen op: oké, okay, ik moet het product zo goed mogelijk maken. En het label moet hem dan gaan verkopen. Ja. Snap je? En als artiest moet je altijd rekening houden met uh, als iets nu niet werkt, dat betekent niet dat het nooit voor je gaat werken. Ja. Die hit die je nu maakt, die misschien nu niet aanslaat, kan wel bijdragen aan jouw aan jou, aan jou, aan jou toekomstige carrière. Ja. Snap je? Ik heb ook poekers gemaakt waar ik toen de tijd geen geld mee heb verdiend. Maar die hebben wel gezorgd dat ik nu Moela moes moela B ben. Zoals. Eh, ja, dat was bijvoorbeeld voor domme jongens in principe. Als je kijkt naar die tunes die ik uh, met uh, 9-11 heb gedaan. Mm -hmm. Ja, wat heeft dat in die tijd voor mij gedaan? Ik had geen één show. Ik werd wel bekender, maar ja. ik verdiende geen geld. Snap je? En toen kwam DNG. Ja. En toen hebben we ook veel gedaan en daarna pas begonnen die shows binnen te komen, snap ja. je? Maar ik was actief op de streets, dus ik, die geld boeide mij niet. Ja. Waardoor ik gewoon dacht van mijn, mijn main focus moet zijn een goed product maken, ja. kunst maken, dat was mijn doel. En uiteindelijk heeft mij dat later uitbetaald, want nu ik, ben, ik zou niet dezelfde persoon zijn zonder dat. Ja. Zonder 9-11, zonder DNG was ik nu niet wie ik nu ben. Ja. En dat nu betreft. genereert het wel geld. Ja. En toen had ik ook kunnen denken, dit was een hit, waarom, uh, waarom uh, ja. was het geen hit? Waarom, uh, waarom is het niet nummer 1? Waarom uh, heeft het geen streams? Waarom heeft het geen views? Ja. Maar ja, nu als ik uh, fans tegenkom, yo hey, die tune vroeger was fucking, uh, dit was. Uh, oh, dat dit, dit. En dan denk ik ja, ja, snap je? Ja, de kracht van muziek, zoals ik ja, dat maar, zeg maar mensen. Dus uh, iets wat je nu doet kan later veel voor je betekenen. Het ja. hoeft niet per se nu gelijk. Ja, Maar je moet geduld hebben. Ja, Gedurende. En Hard werk, ja, hard werk. En, en gepassioneerd gedurende. zijn, ja. passie, man. Ja. Dat, is, dat is naar wat ik zoek bij een is Ik zoek naar, heeft hij passie ja. voor wat hij doet? Vind je dit echt leuk? Is dit je droom? Is dit, ben, je bereid zijn, ben je bereid om alles te geven voor dit? Ja. Daar is het, dat is waar ik naar zoek. Wie, wie vind je momenteel zeg maar, echt lekker gaan? Wie, wie voel je echt? Zelf? Ja, ik, de laatste tijd, ik kijk meer echt een beetje naar producers. Ja. Ik vind ook een paar rappers wel, wel goed. Je weet toch, als ik kijk naar. Uh... Ik vind uh, altijd qua rappen vind ik... ...Hmizo uh, vind ik gevaarlijk. ze jongen uit Amsterdam. Ja. Ik vind uh, die guys uit Aga. Weet je, A3 vind ik hard. Mm -hmm. Die heb ik ook pas ge gecheckt. Ik vind Yama en heel die gang daar hard. Weet je, Boogie. Heel die groep daar. En daarna zie ik ook veel, uh, veel talenten. Maar ik, 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 om eerlijk te zijn... ...ik ben nog niet heel erg spits geweest op, op, op rappers. Ja. Omdat ik eerst ervoor wil zorgen... ...dat mijn label een gezond bedrijf is... Waarvan ik denk, hij, hij, kan, hij, is, hij kan toegevoegde waarde geven. Ja. Want als dat niet het geval is, dan teken je voor niks. Ja. Snap je? Als je het net zo goed zelf kan doen, dan wel. Ja. Begrijp je? Dus daar ben ik nu vooral voor aan het zorgen. Daarom kijk ik nog niet echt veel naar, naar rappers. Ik ben wel geïnteresseerd in producers te zijn. Waarom? Omdat ik wel nu het gevoel heb dat ik een producer veel kan bieden met name door mezelf hij kan voor mij veel dingen doen dus hij kan eigenlijk direct al genereren geld ja. verdienen ja. en ik heb hele mooie plannen wat ik denk wat producers nog niet echt hebben gedaan in Nederland en natuurlijk de internationale factor die trekt mij ook heel erg want je wilt internationaal gaan ik wil internationaal gaan en ik heb ook het gevoel dat, ik, dat een, als ik dan een producer heb die kan gelijk mee met die wave en die kan ook internationaal ja. uh, functioneren maar, maar welke taal? Ga je, ga je Nederlands ook zeg maar. Ja, ik ga gewoon heb ook altijd. Oké, okay, ik denk misschien ga je opeens. Uh, maar de... ik, als je nu naar mijn muziek luistert, hoor je gewoon veel talen. Ja. Dat is het. Als je mijn first luistert, hoor je Frans, Nederlands, Engels. Ja. Weet je. Wat mooi eigenlijk, dat Nederlands zeg maar nu ook zeg maar in het buitenland gedraaid wordt. Ja, man. Dat is Hoe gek leuk. is dat? Ja, 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 ja. ja. Vroeger was dat niet. Ja, dat, dat, is iets, die, ja, ja. Maar dat is iets wat ik, uh, wat ik had voorspeld, maar mensen geloofden er niet in. Ja. Dat is met meer dingen geweest, snap je? Ik kan het je niet uitleggen. Ja. Het gaat gebeuren, maar ja. hoe het gebeurt kan ik je niet uitleggen. Ja. Maar het gaat gebeuren. Maar wat gaat er nu gebeuren met Moel als je nu een glazen bol kijkt en denkt ja, van oké... Okay. Ik denk, ja, ik hoop... Ik hoop dat internationaal meer kan betekenen ja. met mijn muziek. En dat gebeurt al. Maar ik heb mijn focus er nog niet op gezet. En ik ga nu wel meer die richting op. Ja, want focus is natuurlijk belangrijk als je... Ja, als je, je succesvol zijn in live. Maar naast muziek uh, zit je dan ook in een andere onderneming. Want je bent een ondernemer. Wat, ja. wat, wat mensen opviel in onze eerste Real Talk sessie. Dat je opeens zei, uh, ja, ik had een kapperzaak. En ik dacht, hè, deze ja. keel. Ik was impressed. Ik dacht, hè, maar die man was op de straat bezig. Had nog een kapperzaak zit ja. allemaal dingen te doen. Politiek, weet je, ja, dus... Ik weet Ik was soms verbaasd. Ik, ik was 22 volgens mij toen mijn kapsalon was begonnen. Dat bedoel ik. 22. En ik knipte niet eens. <laughs> Begrijp je? Dus ik, nu, kijk, voor mij was dat toen heel normaal. Maar nu kijk ik naar guys van 22, 21. Ik denk, bro. Ze dus ja. zeggen, ja, maar ik ben nog 21. Ik zeg, bro, toen ik jouw leeftijd had, dat ik mijn eigen zaak begon. Wow. Waar heb je het over? Die gedrevenheid. Ja, maar maar waar onderneem je nu in? Hè? We het hebben, maar, waar, kijk, waar, waar, ik doe waar, veel waar is, dingen, ja. maar wat ik nu echt heb geleerd van ondernemen is dat je beter dingen op de achtergrond kan houden. Oezo? Bepaalde dingen. Ja, omdat je ik als artiest, ik ben aanwezig en ik wil gewoon mijn vrijheid houden als artiest. Ik wil kunnen zeggen, roepen wat ik wil, zonder dat dat effect heeft op mijn andere onderneming. Oh ja, en ja. dat vind ik belangrijk als kunstenaar zijnde, ja. want ik wil helemaal geen limiet hebben. Ja. Ik, zoals jullie al weten, ik heb tunes uitgebracht, wat totaal niet, uh, ja, wat elke, weet ik veel... Iedereen in de muziek zegt, bro, dit moet je niet doen. Ja. Maar ik doe het. Omdat ja. ik gewoon denk van... Ik wil geen limiet hebben. Helemaal geen grenzen. Ja, ik wil maar... kunnen zeggen wat ik wil. En ja, natuurlijk als je dan sponsors hebt bijvoorbeeld... Of als je ondernemingen hebt waar iedereen van weet... Ja, dan moet je ineens in regels leven. Want anders gaat het je geld kosten. Ja. Snap je? Maar ik heb ervoor gekozen om... Ik heb geen sponsors. Ik heb ondernemingen waar niemand van weet. Okay. Dus ik kan lekker gewoon zeggen wat ik wil... Ik ja. heb geen grens, dus als je naar mijn muziek luistert, luister je naar echtheid. Er is geen moment geweest dat ik iets wil schrijven en dacht: nee, dit kan ik niet zeggen. Ja. Ik zeg wel alles wat ik wil. Wauw. Dat vind maar, ik belangrijk als kunstenaar. Maar, maar dus, dus wat je eigenlijk zegt: van, naast de muziek heb je wat andere ondernemingen die je dan doet. Hmm. En die lopen lekker. Ja, soms niet. Soms wel. Ja, <laughs> zeg je eerlijk. Wat zeg ik je ja. eerlijk? Vaak gaat het ook fout hoor. Ga niet ja. het, gaat, gaat echt, het gaat vaker fout dan goed. Ja, maar mag niet? Uit, want van, nogmaals, wat ik altijd zei, van fouten leer je. En dat is ondernemen. Want mensen ja. kijken alleen naar de successen, maar. Klok. Ik weet nog dat... weer? Uh, de Molens was, iemand ging hem een keer interviewen. En toen vroeg iemand aan hem van, uh, ja, maar jij bent rijk, jij bent dit, dat, dat. Al succes was, hij nou, ik ben vaker op mijn bek gegaan en ja. dan had ik succesvol succesvolle dingen heb gedaan. Maar de keren dat ik succesvol was. Ja, dat gereden, was ze heel goed gegaan. Waren ze heel, ja. ja. En dat heb ik ook ja. dus. Precies dat. Dus, dus ik vind het ook belangrijk dat je dat ook zegt... van ik probeer heel veel, sommige dingen lukken niet. Want ja. veel mensen die thuis nu meekijken of die... weet je, die hebben ook dromen. En die hebben zoiets van... ja, maar hoe moet ik dat doen? Uh, hoe pak ik dat aan? Wat is voor jou een levensles of een uh, real talk motivation... die jij dan nu kan meegeven aan mensen... die ook iets willen bereiken, iets willen doen? Wat ik zou zeggen is... Focus op wat je echt zelf een goed idee vindt. Begrijp je? Wees niet onzeker. Weet je, ga ervoor. En wees niet bang om te falen, want dat hoort bij het leven. En zit daar ook niet te veel mee. Als het niet is gelukt, geen probleem, gaan we weer verder. Kijk, ik zeg altijd: nooit opgeven, maar je moet soms wel weten wanneer je moet stoppen. Begrijp je? Soms. Werkt iets niet en dan moet je gewoon eerlijk met jezelf zijn en niet emotioneel handelen. Dus soms hecht je waarde aan een bedrijf of iets wat je bent begonnen en dan ga je ermee door, ook al is het niet meer goed voor je. Ja. Nee, je moet altijd zakelijk blijven kijken van werkt ja. dit voor mij? Nee, kappen ermee. Ja. En boeit niet wat mensen zeggen. Boeit niet. Je sluit de winkel, je sluit de zaak, mensen gaan praten, maakt niet uit man. Laat ze praten, daarna doe je weer iets goeds, boem, ze ja. weer allemaal stil. Ja, mensen zijn ook bang daarvoor ook. Hè? Ja, die, toch? Ze denken, ik, ik durf niet mijn winkel dicht te doen, want mensen gaan denken dat het slecht is gaan, bro. Laat, slecht gaan hoort bij het leven. Je gaat ja. het soms gaan goed, ja. soms gaat het slecht. En je hebt niks ook aan die mensen eigenlijk. Ja. Wat boeit het wat hun uh, zeggen, denken, ja. is niet belangrijk. Ja, real talk for boula. Ja, uh, wat, wat ook nog, ook, ook je weet je toch, um, crazy is, de afgelopen twee jaar waarin we met ze al hebben gezeten. Uh, de cultuursector had het kapot ook zwaar. Heel ja. veel mensen ook. Zeker. Slachtoffers weten, of people. Zeker. Weten. Maar jij als, 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 als artist, op het moment dat je op een gegeven moment geen podium meer hebt om op te staan, om op te treden, iets wat je heel graag doet. Ja. Hoe, hoe is dat voor jou? Ja, voor mij was het een hele interessante ontwikkeling. Omdat ik dacht van kijk, ik kom sowieso van. Van ondernemen en van de straat. Dus daar hield ik altijd rekening met. Dit kan morgen voorbij zijn. Ja, eigenlijk vooral met illegale dingen, weet je. Dan ja. dacht ik van, ja, dit kan gewoon morgen ineens klaar zijn. Ja, ja, ja. Maar met uh, muziek had ik dat niet verwacht. Ik nee. dacht, bro, dit, nou, hoe de fuck kan dit nog fout gaan? Je ja. weet je toch, dit is, dit, dit, ja, wel wat moet er gebeuren. Ja. Je weet toch, bro. Ja, en toen kwam corona. Toen dacht ik, eh, wauw, dit ja. had ik niet zien aankomen. Ja, weet je. En soms, soms trek ik dingen heel persoonlijk. Ja? <laughs> ja. Dan denk, oh, dacht dan, dan ik, dan denk ja, ik van, hmm, misschien is dit een les voor mij. <laughs> je weet toch, je, dacht, ja, je ja. dacht dat niks je meer kon pakken. Hier, boom. Begrijp je? Ja. Maar ja, het heeft heel de, de wereld geraakt. Ja, heel de wereld. <laughs> nee, toch? Maar ik vond het wel interessant. Ik dacht, ja. oké, okay. blijkbaar kan je in niks meer vertrouwen. Wat ik wel... Wat ik wel een beetje jammer vond is de stand van de, de regering tegenover artiesten. Hmm. Weet je, we hebben altijd zoveel belasting betaald al die jaren. En ik kreeg wel het gevoel alsof ze gewoon hadden al daarmee. Snap je wel? Voor mij geen stress, want ik kan natuurlijk verder gaan met alles, met de rest. Maar ik, ik ervaar dit wel zo. Ik dacht van, eh, dus elke jaar wanneer ik die tonnetje overmaak of dit, dat, is het goed. Maar nu ineens uh, ken je mij niet meer, hè? Ja. Dus, uh, uh, nu, ben, ja, nu ben jij niet belangrijk. Wat ja. had de overheid voor jou kunnen doen? Wat had je zo in... Ja, ik had het gevoel dat er meer communicatie of zo moest zijn. Of meer meedenken. Het was gewoon van: je stond er gewoon Je weet toch, je stond er gewoon van, ja, kijk maar wat je doet. Ja. Begrijp je? En als je wat zegt, vinden we dat raar. Want ja, je bent een artiest, je bent niet belangrijk. Ja. Nou, de overheid sprak ook van compensatie. Dat heel veel mensen ook uh, ja, money kregen. Ja, ik heb geen money gehad. Ik heb geen money gehad. Daarom. Maar ja, voor, weet je, ik dacht ook van, nog spang. Maar ik zag wel van, oké, okay, gaan we het zo spelen? Oké, okay, is goed, man. Ja. Nog spang. Ja. Je weet toch? Ja, je vindt het gewoon je eigen manier. Ja. Maar moet je dan. Die gaat een low profile. Je, kan, je, ja, je bent sowieso niet echt een fanatieke shopper. soms kom je altijd. Komt altijd met die. Ja, ik hou ervan om er goed uit te zien. Ja, die Fendi, die ja, gooi ja. even. Ik hou ervan om er goed you know? uit te zien om hem mooi te kleden. Ja, je wel bent belangrijk. wel die Fendi guy. Jij, Fendi. Ja, wel, jawel. Ik heb Fendi wel een podium gegeven ja, in toch? Nederland. Laten we, we eerlijk zijn. Ja, ja, ja. <laughs> ja, want jij komt er ja. niet. De, de kijkt naar die ja. guy, denk ik. Hé, wat heeft hij? Wat heeft hij dit nou voor? Ja. Die zonnebril. Ja. Ja. Effe, die ja, hele hele ja, maar. Maar, ja maar je bent wel zeg maar van de, van de fashion kijk ik Zo ben een kunstenaar de, ja. ik ben een kunstenaar dus ik waardeer ook de creativiteit die is gestopt in kleding ja. ik kijk er naar ik denk gewoon van hé, hey, ja man ja. nice mooi gedaan ik waardeer dit en ik wil het ook rocken ja maar dat is mooi om te zien want ik ik, ik zie in mijn hoofd als ik aan jou denk denk ik aan Fendi en ik denk altijd bij die modebrands uh, die denken bij zichzelf, sommigen denken misschien, fucking hip hop, hoe dan? Maar hoe dominant in muziek, ja, hip hop is één, nou, ik zeg eigenlijk, hip hop is eigenlijk de meest fashionable genre muziek ever. Ik bedoel, als we kijken naar bijvoorbeeld de Jordans, hmm. uh, ook black culture, Michael Jordan, in hip hop muziek is het ook groot geworden, ook Timberland, Boots die niet gemaakt zijn, maar wu tang clan en, en weet je, en, en de BIG, put it all on the map. Ja, ja. Dus het is heel krachtig om te zien hoe... ...hoe powerful hip-hop music is. Maar ook de power die als artiest... ...want bijvoorbeeld als ik aan jou denk... ...en ik zie jou in beeld... ...altijd die Out... ...en die D2, ik weet nog dat je met D2 kwam... Mm -hmm. ...en ik wist niet eens... ...want ik ben niet zo helemaal... ...ja, nu ja. zie je me opeens met, met, met ja, merken en shit... Sådan, nee, maar, maar, <laughs> ...maar ik weet nog dat ik niet eens wist... ...heel eerlijk, want ik ben gewoon eerlijk... ...ik wist niet eens wat D2 was... Ja. ...toen je het zei, dacht ik... ...what the fuck is D2... En pas toen ik goed ging luisteren, die dacht, over die squared Nooit, je weet ja, ik van. En die ding 2 En ik weet ja, heel wel. veel mensen doen dat soms zo vaak, begrijpen waar iemand het over <laughs> ja, heeft. Ja, 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 maar. Ja, begrijp Ja, ja, Maar d dacht ik van. Hey, maar, maar jij was vroeg op die squared Jawel, jawel. Ja. Jawel. Jawel. Ver voor, ver voor dat nummer hoor. was ik het daarop. Ja. Al Alleen. Uh, ja man, ik vind het toch wel belangrijk. Zeg maar. Ja, wat belangrijk. Ik vind gewoon, mijn lifestyle, ik leg mijn leven uit. En op dat moment was dat het echt, je weet toch. Ja. Dat was het toen Full echt. Toen in die D2. In d Daarna uh, Fendi kwam, je weet ja. toch. Ja, die heb je ook gekleed. Ja. ja. Fendi heb jij, die rock jij, ja. dat is echt jouw brand. Ja, en, ja niet mee, Ja, moi. ja nu, ben ik, nu ben ik weer ook verder. Snap ja, maar wel? op, welk, op, welk, op welk zit je nu dan? Ja, ik weet niet, man. Ik zit, ik zit nu in, in, een, in een wat nettere vibe, man. Ik denk dat dat de nieuwe... Dat dat, 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 dat okay, een nieuwe ding Van een bepaalde brand of gewoon... Niet, nog niet echt van een bepaalde brand, maar ik denk dat dat... Een nieuwe fase is... Uh... Een nieuw, nee, ik denk dat het een nieuwe vibe voor iedereen gaat worden. Oh, man. je bent weer aan het voorspellen. Je gaat nu... Oké, Moela gaat nu ja, die maar, fashion ja, talk. Ja, het is niet dat ik de eerste guy ben die dat doet, dat niet. Ja. Maar ik merk het wel. Ik merk gewoon van... Oké, okay. ja. ligt het aan, aan mij welke fase ik ben in mijn leven of ligt het gewoon aan Nederland? En ik kijk om me heen en ik zie het gewoon gebeuren, ja. man. Ik zie veel mensen nu gewoon in een nette stijl. En dat... Wie, ook goed, wie ook goed kleed is uh, Frenna, die ziet er ook altijd uh, top ja, uit. Ja, zeker. Frenna, ja. uh, Dopey, ja. allemaal. Ja. Maar kijk, streetwear is nu een soort van hoe mensen verwachten dat wij ons gaan kleden. Ja, dat toch? Maar jij gooit gewoon een andere Zo soort. Van je, 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 maakt, je maakt hip-hop, je moet streetwear dragen. Dus je moet, je moet uh, weet ik veel, oversized Louis Vuitton shit dragen. Ja. Dit, dat, dit. Ik fok ermee. Maar ik denk dan juist van: nee man, waarom moet ik dit dragen? Ik, wil dan, ik ga dan weer iets heel anders proberen. Je hebt altijd dit, ja. Ja, en ik merk wel dat meer artiesten dat doen in Nederland. En dat vind ik hard, omdat niemand in de rest van de wereld dat doet. Ja. En ik ga het nu heel goed observeren van oké, okay, hoe ver gaat deze wave? Als deze wave verder gaat dan ja. Nederland, dan weet ik wel van het is van hier gekomen. Wauw. Maar ik vind het wel mooi aan jou, wat um, ook herkenbaar, altijd het anders willen doen. Ja. Dus ik weet nog dat ik jaren geleden, ik, ja, ik, ik interview mensen al 15 jaar al, volgens mij nu al. Uh, als ik zat daar, want laatst was, vorig jaar was DMX overleden. En ik was er best wel verdrietig over. En toen zei iemand van, waarom was je, ben je verdrietig? Hij is toch maar een gast. En ik werd boos. En ik dacht, hé, hey, dat is een van mijn raphelden. En ik weet nog dat ik die man in de Kalverstraat gewoon heb geïnterviewd. En dat die man ook emotioneel werd toen ik hem interviewde. Want ik zei tegen hem, what's the difference between Earl Simmons en DMX? En toen ging je dus vertellen, Earl Simmons heeft echt mensen om hem heen die echt van hem houden. DMX is de artiest. Die soms moet dealen met alle mensen die allemaal dingen van je willen pakken. Ik zag gewoon de tranen in zijn ogen. Ik ben dat nooit vergeten. Mm. Uh, vanaf dat moment besloot ik ook om al mijn interviews te filmen. Dat was een interview yeah. die ik gewoon op audio had. En yeah. uh, ik weet dat mijn moeder me belde in dat interview. Maar mijn moeder is die Caribbean vrouw, die praat hard toch? Dus ik kon die volume van die phone niet te laag krijgen. Yeah. Hij zegt: moeder, what the hell is? En je moet voorstellen dat je iemand zegt: Ik praat nu met DMX in de Kovenstraat. Je fucking liar. <laughs> ja, 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 ja. En op een gegeven moment ging mijn moeder ook met hem praten, want zij geloofde mij niet en hij denkt, maar jij, wat kijk, voor mama neem je altijd de telefoon nee, op. Ja, ja, ja. Zelfs in een interview met ja. mij uit wie ik neem de telefoon op. Dus op een gegeven moment ging je met mijn moeder gewoon praten. Vijf minuten, dat ik geef de telefoon weer terug. Maar wat ik wil zeggen aan de story is, is dat uh, soms kunnen mensen gewoon iets voor je betekenen, terwijl je ze niet eens lang persoonlijk kent ofzo. Het is gewoon een bepaalde soort energie. Daar ja. leg ik bijvoorbeeld waarde aan. Uh, Energie en vibes en gesprekken ja. vind ik waardevol. Uh, kleding ook, af en toe. Maar het hoeft niet. Ja. De ene keer vind ik het leuk. Evisu, Laatste Laatst had ik Evisu, aan. Charlotte en Ashley. En die, die kwam met idee voor die Jaka. Die zegt: ja, ik moet die Evisu. Ik zeg, maar Evisu, dat breng je toch terug? Ja. Je hebt toch Carlo Colucci toch ook weer, zeg maar. Maar je ziet nu veel mensen beginnen Evisu weer te horen. Snap je? Dus, 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 dus. En ik was toen zeg maar een paar maanden al begonnen ermee. Dus mm -hmm. ik dacht van, oké, okay, dan ga ik op die, op die vibe. Maar zij was vroeg op die... Dus, dus daarom vind ik het grappig dat fashion uh, is zo powerful, want heel veel mensen zijn ermee bezig. Want fashion uh, is ook de taal waarin je communiceert. Wat je aan hebt, zegt iets over hoe jij je voelt, ja. hoe jij jezelf ziet, Zeker. wat je wil uitstralen. Ik zie ook dat wij in Nederland wel trendsetters zijn. Ja. Je merkt dat heel veel landen volgen wel wat Nederland doet ja. qua stijl. Ja. Kledingstijl. Wie vind je allemaal stel je kon in Nederland? Nou wie kijkt, nou, niet dat je tegen ze opkijkt, maar dat je denkt van, ja maar die is er wel altijd, Fly, man. Ja, wat ik wat ik nu mooi vind, bijna zie ik dat bijna niet in Nederland, om eerlijk te zijn, oké okay. toch? Ik, ik hou ook altijd, maar wat ik wel vind is, ik zie wel veel, uh, veel ontwerpers en veel kledingmerken ja. die in Nederland nu goed bezig zijn. Ja. Snap je? Ja. Zoals? U, ik u vind, moet, ik moet vind. een paar mensen ik, ja, geven. Ik, vind, uh, ja, ik vind Celesto wel een vet merk. Ja. Ik vind. Uh, ik vind. Uh, wat uh, Barnier heeft kunnen doen met die. Uh, met, die uh, met hun trainingspakken vind ik gek. Ja. Snap je? Dat ik wel denk van. Ah, Oké, okay, nice. Ja. Ik zie soms ook wel mooie spullen voorbij komen. Ja. Uh, we hebben. Uh, in Den Haag hebben we nog. Uh, een groep jongens. Uh, hoe heet het nou ook weer? Ben naam Lumière. Vergeten. Ja, Lumière. Ja. Ik vind Lumière, die is goed bezig. Er zijn ah, heel man. veel hoor. Want uh, explicit, ook zaten explicit. Die, uh... Explicit en natuurlijk Goeie, Daily Goeie. Paper en Pata, ja. what the fuck. Je weet toch? Wat, ja. wat hun doen is. Ja, is, ja. Peace is, is ook ziek. mooi. Ja, ja toch? Ik ben echt trots. Weet je, dat vind ik ook belangrijk om dat ook, in die, in die, weet je, ook, ook te vertellen en te zeggen van. Ik vind ook dat we ook die guys ook meer. Ja, ze moeten meer uh, credits krijgen. krijgen. En, ja, ja, want weet je, het is. We zijn zo geobsedeerd met. Heel veel buitenlandse brands. Wat ook begrijpelijk is, want je groeit ermee op. Je kijkt op tv, je ziet uh, P. Diddy, je ziet uh, Drake, je ziet ja, die gasten ja. die dragen bepaalde dingen. Dus je denkt, hé, hey, als ik dat kan dragen, dan heb ik het ook. En dan ben ik ook. De ja. validation, mezelf voelen dat ik daar ook ben. Ja. Hé, hey, ik heb dat ook. Maar wat ook echt mooi zou zijn, wat ik ook op hoop, is dat we ook meer ook van de Nederlandse ontwerpers gaan dragen... want daarmee dragen we ook naar buiten toe... in onze videoclips, in onze ja, interviews, whatever. Ja, ik denk die industrie moet gewoon goed groeien, snap je? Hoe, hoe denk ik? Hoe je? Ja, ik denk die stylisten... St de stylist game moet groeien in Nederland. Ja. Weet je, er moet gewoon meer budget ook zitten bij... Bij, bij, bij die kledingmerken, weet je, dat ze genoeg kleren hebben om het goed te kunnen pluggen ja. en te branden. Of gewoon artiesten gewoon een beetje money geven. Ik keer lijstje, je wilt niet uit jezelf dragen. Je, ja, dat ja, of, kan. Maar business situations, bij jouw de eigenaar ja, ook, maken. Ja, ja, of gewoon goede gewoon events. Het moet ja. groeien nog, die ja. wereld, snap ja. je? En ik denk dat dat het is. Wanneer dat, wanneer ook, dat groeit, wanneer die fashion uh, game groeit in Nederland van, uh, ja, van kledingmerken... Ja. Dat er echt gekke events gaan komen. Ja. En dit en dat. En dat ze ook echt een groter podium krijgen. En ook meer te zien zijn. En gewoon ook steeds mooiere producten maken. Ja, ja kijk. Dan gaat het veranderen allemaal. Ja. Maar het heeft tijd nodig. Dat is ja. normaal. Dat was ook met muziek zo. Het was gewoon zijn plek. Maar daar vind ik het ook mooi. Want ik, ik zie echt dingen voorbij komen. Ook de kwaliteit is nice. Uh, weet je? Dat denk ik van wow. Zeg zijn gewoon boys uit Nederland. Die doen dat soort dingen. Weet ja. je? Dus dat... dat dat sowieso, dus daarom wil ik ook zeggen, mensen die thuis zitten, die ook dromen hebben, die ook willen ontwerpen, niet alleen muziek of whatever you want to do, volg echt je passie. En ja, dus man. Zet het door, weet Zeker. je? Want het is, het is echt bijzonder. Je eigen kleding maken en dat soort dingen doen, weet je? Ja. En het moela draagt of whatever, weet je? Dus dat, ja. dat zijn wel dingen waar we soms wel, uh, ja, gewoon, je moet er gewoon stil bij staan. Zeker. Uh, ik denk dat we sowieso... Binnenkort weer voor de derde sessie moeten komen. Ik kom uh, goed in de toekomst. Ja, dat gaan, gaan we gewoon weer doen. Maar ik wil je sowieso bedanken voor je komst in real talk. Mm -hmm. uh, ik vind dat je mensen ook een credit moet geven. Mm -hmm. Ga ik je nog in doen, want ik, als ik je persoonlijk spreek, zeg het ook, maar ik zeg het ook hier voor uh, al, alle kijkers. Ik vind het heel mooi hoe jij in het leven staat en hoe je bereid bent om te groeien. Ja. Ik vind het mooi dat je eerlijk bent. Over je emoties, hoe je denkt over dingen. Dat je het zeg maar uh, in de podcast over vertelt... dat je wilt groeien. Dat ik zie je denken, want we, we praten, we brainstormen. En dan zie ik jou denken, dan zeg ik dingen en dan reageer je. Ik ga ook denken. Want het is, het is ook, ik leer hier ook veel van. Uh, weet je ook als mens, wat je leert van gesprekken. Mm -hmm. Dus ik vind het heel bewonderingswaardig hoe je elke keer groeit en je struggles vertelt, waar je mee zit. Want mensen hebben ook struggles. Dus het is heel real. En het feit dat je ook aan het ondernemen bent... laat ook weer zien van... ook jij thuis kan ook andere dingen ondernemen. Ja, man. Weet je? Dat jij soms zegt van... soms, heel vaak lukt het niet... en dan lukt het weer wel. Je ja, weer. man. Je, geeft die je moet niet bang zijn om te falen. Ja, ja. Keep the moves moving... blijf ik ja. altijd zeggen. Dus uh, thanks for that. Uh, ja, je bent ook de eerste gast... ook in mijn nieuwe studio. Ja, toch? Waar het, man. Het ja, goed uit. Ja. Normaal ging ik zeg maar op pad... en werd helemaal gek. Maar mensen zeggen van... Maar dan komt er weer een nieuwe real talk. Ik zat echt aan het nadenken voor een nieuwe vibe, een nieuwe setting. Want ook wat jij hebt, heb ik ook. Mm. Ik moet een ander level. Ja, Altijd plus. Ja, altijd een ja, altijd, altijd ander, ander, ander level. Ja. Maar ook, ook qua rust. Want weet je, vaak ben je op pad, dan ga ik. Weet je, bij Rico Verhoeven ben ik in de gym. Uh, Interview aan het doen. Of ik ga daar naar Jamal Bensetiek. Of ik ben daar bij chief. Of ik ben. Snap je? Dus je ja. bent op al die plekken. En dan denk ik van hé, hey, hoe tof zou het zijn als mensen gewoon bij je vibe gewoon. Op de bank, chillen, ja. praten, laid-out. Gewoon good vibes. Dus uh, dank sowieso daarvoor. Ja, Shout-out jou. Succes met het album. Mm -hmm. uh, die gaat gewoon sowieso lekker streamen. Thanks, man. Succes met het album. Ja. Uh, ik ga sowieso shit draaien gewoon in mijn radio show anderlijks radioshow, show. Dat is wat it. <laughs> <You> know, <what laughs> I need that. That's what I do. <laughs> yeah. uh, nee, maar ik ben trots op je. Dat mogen uh. we. Ik vind ook dat we ook dat meer over elkaar mogen zeggen. Het mm. is belangrijk, omdat... Je moet je sterren, je moet mensen uh, waarderen die er zijn. Want als ze er niet meer zijn, dan ga je het heel moeilijk vinden om ze die credits te geven. Ja. Dus het is belangrijk om dat te zeggen, want jij kan weer andere mensen beïnvloeden. En ja. we leren mensen om die liefde, weet je, van hé, hey, je bent doop man. Durf het te zeggen. Ja. Hé, hey, je bent doop. Shout out. Hé, hey, hé, hey, doop. Ja. Dat vind ik belangrijk. Maar ga vooral door, broski. Ja, thanks man. Dat ga ik en... sowieso doen. Ja, toch? Sowieso love. Thanks dat je me hebt uitgenodigd. En. Uh... Tot de volgende keer, nee man. man? Je weet toch? <laughs> Moes, man. Real talk. Keep it up, keep it banging. Vergeet niet te abonneren. Uh, deel het. Uh, check ook de link in de description right here. De subscribe. Druk ook nog eens op dat belletje. Plink, plink, plink. Dus dan weet je ook zeg maar, wanneer iets nieuws komt. Uh, houd het in de gaten, man. En mocht je die vorige Real Talk gemist hebben met Moula Moes, ga hem checken. Uh, is ook een tof gesprek man, weet je, het is echt allemaal gelaagdheid. En laten we weten wat je van vindt. Reageer gewoon, like, show some love, and uh, it feels good to be back man. Real talk, keep it hard, keep it banging. En we gaan misschien ook een paar leuke goodies en giveaways ook hier beneden zetten. Dus klik erop, link, subscribe, doe gewoon wat je wil, man. A link en deel het, weet je, love. Keep it hard, keep it banging man. Real talk, Ra! Crazy man. Sterker, no. man.